Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een goed nieuwe aflevering van de Convo Talkshow Live vanuit de Red Bull Music Studios. Met sowieso met de homie Yuki Christus. En, en vanaf, vandaag een hele speciale gast. Dope boy in the building, man. Forever lit. Ja, Hoogseizoen. Dag, dag, ja, man. Hoe is het? Lekker met jullie. Goed, man. We leven, man. We leven. Ja, belangrijk, man. Het is een, is een blessing al op zich, deze ja, tijden. Wel. Zeker, man. Ja, we vroegen altijd aan elke gast, hoe was je weekend? Maar... Uh... Er is nu weinig verschil tussen ja. weekend en dag volgens mij, ja, maar, maar voor de vorm, hoe, was je, hoe waren de afgelopen dagen? Hoe waren mijn afgelopen dagen? Um, als ik heel eerlijk ben, ik heb niet echt, echt iets gedaan man. Ja, Een beetje. Iedereen, man, man. ja nee, gewoon rusten <laughs> thuis, ik ga ja. niet eens liggen man, ja. Ja. ik ga niet eens jammen van ik weet het, nee. Of studio, of het was gewoon thuis, FIFA, films checken, chillen met matties. Wat voor films je checken? Ik kijk shooter man. Shooter. Die, uh, die Netflix-serie. Oh, oh, Bob... Uh, Bob, Lee Bob Lee Swagger. Swagger. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Hé, hey, shooter, shooter is wel een goeie. <laughs> ja? ja? Heb man. je niet gezien? Nee, man. Vanaf de nee, eerste goeie, aflevering... Man. Ik hou ervan als het gelijk actie ja, is. En ja, vanaf de ja. eerste aflevering ben je gelijk. In, uh, ja, je weet je. Het is een goede oh, ja. serie, man. Ja, die man, man. Hij is gewoon vastberaad. Ik ben zelf vergeten waar het over gaat. Ik heb het twee jaar terug gezien, maar... Zoveel is gewoon iets man. en hij blijft erop. Ja, hij ja, is al goeie, man. En hij is gek, hij schiet van ver, ver. Ja. Raar als één, bro. Ja, hij berekent van: oké, okay, uh, luchtdruk is dit, dus we gaan. <laughs> oh, hij schiet gewoon van ver ja, man. 300, 400, 500 meter. Gek, ja. gek, gek. Nee, 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 goeie, man. Ik ga ook dus weer beginnen met dat. Wat ja, check jij nu eigenlijk? Wat zeg? Wat check jij nu? Ik check alle anime, bro. Ik check geen series, man. Wat dan? Ik check gewoon One Piece, Black Clover. Gewoon de standaard dingen, man. What ik heb niet echt een nieuw anime, Maar voor de rest, broer, ik, ik voel series niet. maar Ik kan niet echt per se 50 minuten lang naar iets kijken. Ik ga mm. dit doen, pauze. En dat keer. Yeah, of zo, ja, snap <laughs> ja, je? Ja, ja, ja. Want ik ben die guy, ik wil wel nog dat seizoen. Als ik bijna bij het einde ben, ik wil het nog afmaken, toch? Ja, dus ik forceer ja, ja. het. Je bent moe. Zon kom op, je bent nog steeds aan het kijken. Die keer ben ik. Dus mm. daarom moet ik. Weet je wat ik altijd heb, als ik een serie check en ik ben aan het eind van die serie. Ik heb de laatste aflevering gezien daar voel ik me altijd Spaans. Maar, gewoon, mm, maar wat moet ik nu doen, man? Nee, ja, dan, ga je dan? Ik kijk, kijken om je heen. Je, denkt, hey, ja, maar je hebt geen Realiteit is dit gewoon, hè? Ja. Fuck. Je, tijd je wordt helemaal zo, meegenomen man. in dat ja, verhaal. Man. En als het klaar is, dan. dan heb je niks, ja. even ja. gewoon. Maar ik moet hoor je dat nu ineens een nieuw Ik zoeken. hoor dat undercover op Netflix ook gezien, gezien. Ja, man, Voor een NL of Belgische serie is man. Ook, dat was ook niet. Vlaamse, ze praten vaak Nederlands, Frans ook. Oh, die. Ja, ja, dat zie ik vaak voorbij. Ik ga wel checken. Ik ben wel benieuwd. Wat check jij dan? Um, ik ben er laatst achtergekomen, Dit is geen uh, sponsored ad of zo. Maar op Ziggo mm -hmm. heb, je die, heb je die. Ik weet niet of jullie Ziggo hebben. Mm -hmm. Heb je die Ziggo-app? Go -app. Mm -hmm. Maar daar staan ook heel veel series. Godfather of uh, Harlem. Check ik nu. Mm -hmm. Ik heb die voorbij zien komen volgens mij. En uh, nu zit ik helemaal in Warrior, man. Dus het gaat over een. Uh, hey, for sip. life, for life check ik ook. For life. Van 50 ha, oh, ja, maar... Die moet ik ook checken. Video ja, lang. ik heb het toch gezien. Nee, ik heb, ik heb het niet mm. gezien, maar ik zie het op z'n Insta ah, voorbij komen. Ik kom zeg je eerlijk, Pff, wat gaat, Over wat gaat die? Het is gewoon uh, een mannetje, die is veroordeeld. Ja, en, hij, en hij, hij wordt zelf advocaat, ja, toch? Ja, in de ja. gevangenis. Mm. Gek. Dus ja, hij man. verdient gewoon man Het is True Story eten. ook. True. Ik hou ja, dat van leuk. dat soort series. Het ja, moet het true, apart, story het true Story zijn. Als het te fantasy wordt, dan ben ik... Uh, dan haak ik af, man. Maar ik ben er... Ja, op Ziggo staan heel veel goede dingen, man. ben ik achter gekomen. Oké. Ja man bro, album achter de rug, man. Ja, eindelijk man. Eindelijk. Jam man, man. Gek album, bro. Gelijk ik, het? ik was nog met kans en Fano vroeg ons nog <laughs> Afakil. Welke wasie heb je gehad dat visappoko's <laughs> <laughs> vis lukken? Terwijl er is geen vis er zijn. zijn amper niet, chillings, broer. Ik denk dat dat het juist is. Je weet toch? Oh, juist, omdat er geen feestjes zijn mm -hmm. en er uh, worden niet echt veel visappels gemaakt. Yeah. Of een beetje faipo's. Willen mensen het denk ik. Ergens toch wel horen of zo. Of misschien niet, toch brengt niet het ze ergens. Ja, bro, ik ik, ik was ook gewoon van je. Ja. Dit dat... was mijn vibe de afgelopen tijd en dit wil ik met jullie mm. delen. Dat was ja. Het ja, Dat en... vakantie, zeg maar, dubbelplaat, die naar bijna is. Ja, of is, het al... ja, is gek, bro. Ja, in deze tijd. En, en, dat... en, en ook, ook hoe die gedropt is en hoe die gemaakt is. Ik, toevallig is Shanna Yisharana yeah. Shanna heeft die clip gedaan. Ja, man. Hoe dat allemaal ging en zo. Het was echt improviseren. Het was niet mm. van ah, script. En, ja. Het was gewoon van hey, boys, er is een cam schiet gewoon hier shit, ja, weet ja. toch dat is hard gaat... heel veel ging ook fout, wat mensen ja. niet eens weten, weet ja. toch. Wat ging onder andere fout? Um, locaties mm -hmm. en niet iedereen was even, je toch, uh, flexie goed. met ah, ja. kom hier uh, schieten en zo en uh, wat nog meer. Ja, dan valt iemand van de kwaad in, in de woestijn. de <laughs> Ga niet zeggen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, maar zulke dingen snap ik je en <laughs> ik denk dat dat het heeft, het heeft het allemaal gemaakt en ook toen het zo toen corona net kwam. Mm -hmm. Toen waren wij net in Dubai en uh, ik ging daar om een verjaardag te vieren. En precies volgens mij die dag kwam? Uh, hoe dat? Die persconferentie. Oh, ja. Dus wij keken die Nederlandse persconferentie in Dubai. Wow. Wij keken niet van wat zegt die man? Uh, ja, ja. weet toch? Wij keken gewoon van mag Shana komen? <laughs> ja. Zeg daar iets over ja. reizen, want Shana ja. was in NL, wij waren mm -hmm. in Dubai. Nu eindstand, uh, ja. We hoorden niks over reizen. Jenna komt een dag daarna of twee dagen later. En Jonna kwam toen ook toevallig. En zij hadden het gewoon waar gewoon Weet je wat? Het was niet eens de bedoeling om een clip te schieten. Ook. Dat, mm. dat is oh, hele dus jullie hadden het niet gemiet voor en de clip dan? het was niet gepland. Oh, we wow. gingen we naar daar. Ik yeah. ging gewoon mijn verjaardag vieren. We waren ja, met z'n ja. drieën. Eindzijds waren we met z'n zeven of zo. Oké. Okay. Want well, dus wat deed Jonna of hij ging gewoon naar BAMS of zo? Of juist. Okay. Jonna wilde sowieso ook even weggaan. Mm. En toen hij hoorde wij gingen, waren we daar gewoon. Leuk Kleine was ook daar. Dus dat was ook gezellig. ja, ja. Toen, Einstein, ja, toen was het van, uh, misschien moet ik toch gewoon een clip schieten. Gewoon voor de grap. <laughs> ja. Ook dronken en zo, weet je toch. En ja, we hebben het gewoon gedaan. Nou, die clip werkt en, ook, man. Ja, man. <laughs> die clip werkt <laughs> ook. Vooral die Tune vak vakantie, omdat het, was, het is zeg maar deze zomer best wel voor speciaal om op vakantie te gaan. Ja, in die man. omstandigheden. Ja, en dan laat je like dat ook zien. En dat was de ente, man. Iedereen op zijn Instastories ja, die volop, volop. vakantie vakantietune aan. Ja, man. filter pakte me ook die ja. <laughs> nee, Ook shout-out naar Gilly en je weet toch, ja. ook veel input. Uh, shout-out Gilly man, track. ja, ja man. man. Executive. Ja man. Come on, man. Ja man, goud gelijk. Ik zeg eerlijk, je hebt de zomer een lok gehad man. Thanks, man Qua... Ik vind het fijn voor je dat je niet op festivals hebt kunnen staan. Man. Ja, zo. maar ja, weet je dat het is? Ik, uh, ik zat er een tijdje mee mm -hmm. toch even van weekend. Maar ja, maar ja, als het zo moet zijn, dan moet ja. het zo zijn. Maar hoe voelt het? Want je zou nu zeg maar, je zou in principe net Echt topniveau meespelen. Je zou ja, gek bro. gaan. Gekke shows, hebben. Nou, bro. Zelf, ja? Als ik, ik zeg je eerlijk, pff, die, die, er is zo'n speciale app waar onze shows in kunnen zien, ja. bro. Ik, ik schrok gewoon. En weet je toch, met team ook. Want we keken van, eh hey, wat staat hier? <laughs> oh, kijk ja, 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 <laughs> dat is leuk zeg maar. Ja. Nu, in IJsland toch van, ja, Corona. Als zeg je nou, je. Ja. Je merkt van, hé, hey, drie keer King's is dus Lusu. <laughs> Je oh, op één man. dag gewoon loefstoelen. Ja, 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 ja. Het wordt steeds serieuzer. Nu hoor oh, je ineens alle shows en weg en dit was echt het jaar van festies en zo. So, welk festival is het meest, vind je het meest kut dat je het mist? Ik denk toch wel Kingsland en niet eens om, ik, niet, ik vind het niet eens precies het hardste festival, mm -hmm. maar ik weet nog toen ik daar uitging en ik wilde altijd daar staan. Ik, zag, ja, ja. Uh, ik weet niet meer wie ik zag. Volgens mij zag ik DJ Carnage ik zeg Martin Gerrix en zo mm. en toen deed ik ook die opleiding mm. die produceropleiding en het ging al rond van hij doet ook een muziekopleiding bla bla dus toen dacht ik van is hey, wel hard als hij hey, toch als hij ook op die manier gewoon op die stage kan staan ja, man, en, ja. uh, een van de beste gewoon zelfs nu en ik, ik weet niet door dat wilde ik gewoon altijd ook daar staan van, hey, wat wat als ik daar zou staan wat yeah. zou dat zijn en, ik ging wel eens naar daar, maar dan ging ik mee met de dj, hoe dat gaat en dan... Ja, je ja ja, nee, nee. ja, 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 ja. ja, 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 Maar Even ik denk, een pokoetje in die dat, die ondanks ding. dat, ik denk dat je met dit album, dat voor elke festivalboeker, zodra het weer op gang komt, dat jij sowieso in die blijft man. Dat je dat, ja, je weet toch, op een gegeven moment echt, je schaart jezelf in die hoogste divisie, ja, man, om het zo, zo hoop, te zeggen, ik toch? Ik hoop het echt, man. Want bro, ik, ik vraag me oprecht af, als je in die studio staat... Wat doe je zodanig <laughs> dat er zo'n poko uitkomt? Want bro, luister, niet. Ja. hij zegt letterlijk, ik pak Marbella <laughs> Maar, ja, je, je, maar je, kijk, op okay. okay. de hele okay. tijd okay. ga, ga je die van Mabelja goed okay. geven. Weet je wat het is met Mabelja? Uh, Robbie en ik waren samen. Mm -hmm. We zijn samen naar dagen gegaan gewoon te chillen, weet je toch. En we hebben apparatuur gefixt en we zijn gaan werken. Oké, okay, um, Serrano was ook mee. Serrano laat die beat horen en we waren al in een vibe. We waren al aan het chillen, weet je toch. En we merkten dit was die beat gewoon en iedereen yeah. bouwste ook en zonder na te denken had ik alle flow gewoon. Je zegt het in die mic, je zingt het een beetje, je zegt shit en toen zei ik gewoon ik pak maar bel ja eventjes maar ik denk omdat hoe we daar waren mm -hmm. was het zo echt die vibe dat iedereen gelijk je weet toch iedereen yeah. was aan het hype en we waren gelijk erin mm, en yeah. ik denk dat we dat een soort van in die pokoe hebben gehouden en ik denk dat ja het is wel. Ik vind dat het wel eens geluk dat we die vibe hebben overgebracht naar de luisteraars, hmm. zeg maar. Wat we echt daar hadden in die kamer, nee. weet je toch. Bro, maar... met deze tune je heb je aankomende drie jaar heb je gesecured voor boeking uit Marbella. Dat kan je alvast denken, man. <laughs> uh, Geloof me. Ja, zo, zo ja, kijken nee, zo nee, Alleen om die pokoe ja, gaan ze hier je boeken. Goeie, ik zeg eerlijk, ik krijg ook veel... Ik zal om een pokoe Miami te maken. Miami in <laughs> ja, broer. Doe het, man. Uh, ja, man. Maar, nee, ik vind het hard, man. Maar wat me ook opvalt bij jouw tunes is... Jij haalt gewoon één melodieuze... PC en het pak gewoon echt. Bijvoorbeeld bij. Uh, welk had je die nog meer? Bij Shempee Papi. Daar zeg je ook in principe alleen ding. maar. Shempee <laughs> Papi. Ja. Maar op een gegeven moment. Maar wat denk jij dat jij zodanig hebt dat je het bij mensen kan laten aanslaan? Um, ik zeg je eerlijk, ik denk gewoon. Ik denk, ik denk het is simpel. Ik, dat was altijd mijn ding. Ja. Op, op het moment dat jij uh, luistert naar de pokoe van mij, moet. ...moet je het refrein mee kunnen zingen na de tweede keer dat je het hoort. Yes. Yes. Mm. Dat, is dat, is belangrijk. dat is altijd mijn dat is ding. Ja. Van, ay, op een moment, ik heb me, okay, je, je hoort die hoek, je denkt... Ay. ...nu hoor je die verse, okay, je luistert... ...en dan wanneer die hoek terugkomt, moet jij een soort van gelijk... Doen. Yeah. ...ik moet jou zeg maar, bestuderen, yeah, maar. nu yeah. moet jij het horen. Of nu moet jij het meezingen. Daarom ik, ik stop ik ook vaak de beat en zo. Mm -hmm. van, nu ga je horen wat ik zeg. Oh, wow. En wanneer je dan staat op het podium, dan merk je ook van... ja, ...mensen zingen dat mee, maar dat is omdat je ze zelf... Je stuurt ze zeg maar zelf, mm. die popo, je weet toch. Zelfs als oh. die tune niet in je playlist staat, je kan hem mee yeah. nee, mee zingen. En wat DJ's willen, ze willen... de draaien tunes de die iedereen meeschreeuwt. ik heb Christian Dior maar één keer afgespeeld en ik ken die popo. Snap je? Ik dat is dat ding. Afgespeeld. Dat is ook met Drake toch, bro? Ja. ja. Je hebt die tune niet eens ja, in je playlist, je ja, haat ja, ja, die tune eigenlijk, broer, maar alsnog broer, keer je de refrein. Broer. Dat ook met Gries, broer. Ik, ik heb die tune ja, nooit ja. naar boven ja. gezet, nooit. Ik maar zweer het. helemaal mee. kan het is leuk. Oh, dus je hebt wel een formule erachter. Het is best één formule, broer, maar ik werk een formule. Nee, maar kijk, ik ik werk er altijd zo. Dus mm. voor mij is het geen eens een formule. dit is gewoon is... de manier hoe ik werk. Ja, zeg maar. nee, maar het komt sowieso ook terug. Wat, hoe we nu erover praten. Je hebt dit sinds. Bijvoorbeeld salaris. Doe je sinds dat? ook? Salaris, dus. maak het op. Maak ja. het, snap je? Het is, ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te mm. houden. Want mijn shit was vroeger juist te moeilijk. Ik ben producer en ik rap. Ik maak de drukke beats. Ja. En, ik repte gewoon op die drukke ja. Dus Na een tijdje hoorde ik ook van je toch, ze konden me niet echt volgen. Op die ja, focus. Ja. Het klonk niet echt als een functie. geheel of iets, jeetje, als, een, als een compleet nummer. En toen ja, heel veel geluiden weglaten en dan merk je van hé, hey, klinkt Dat wat luchtiger. Ja, ja. En dan zo gewoon, man. En ook, ik ging ook een tijdje, voordat ik echt club, club ben gaan doen, ben ik ook uitgegaan. En niet eens om het uitgaan, maar meer om te bestuderen. En gewoon kijken: van, je weet je toch, wat vinden mensen lekker om te luisteren en ja. te zingen in de club? En toen zag ik, die pokoe kwam van, uh, all I do is win. Ja. Ja. je weet toch, die, die hoek werkt. Ja. Iedereen groot. Ja. maar op het moment dat Loedcrest begint, mensen worden broeien. Doei, ik doe... Snap je? En daar wordt het toen ook geskipt. Ja, maar toen ja, zag ja, ik ja. al: van, hey, kom gewoon rustig op die pokoe. Mm -hmm. Of je weet je toch, zorg ervoor dat, dat je iets zegt in die hoek, desnoods dat mensen denken: van, hey, dit moet ik zeggen. of... Wat ik altijd zeg is, het moet caption waardig zijn. Ja, snap ja, ja. je? Het okay. moet gewoon caption waardig zijn. Als jij het al wel zet als caption, dan weet je al. Vanuit. Hoe weet jij voor jezelf dat het caption waardig is? Ik weet niet. Ik weet, ik weet dat zelf niet. Ik hou me er eerlijk gezegd niet zo mee bezig dat ik schrijf en denk mm. van, dit moeten ze zeggen, maar <laughs> gewoon, gewoon meer van, ja, gewoon meer van. Je voelt Je voelt het toch zo? Herkenbaarheid. Je voelt het toch zo? Is het raar. Okay. Eng hey man. Ja man. Want zeg maar. Ik, ik kan Echt geen poko maken toch? Dus als ik kijk naar hoe mensen poko maken, ik vind het gewoon echt interessant. Want ik zou het niet kunnen. Gewoon oprecht niet. En er zijn maar veel mensen die daar. bij dit soort tunes zeggen van ja, maar het is veel te makkelijk. Ja, dat Doe, denk je. Dat... Het klinkt makkelijk, ja, Maar, maar, kijk, maar dat is, dat... kijk, dat vind ik helemaal niet erg. Als zeggen mensen, het is makkelijk. Kijk, dit was gewoon. Ik maak geen muziek om moeilijk te lijken. Ja. <laughs> ik maak gewoon muziek omdat dit is mijn vibe. Mm. Als jij die vibe niet voelt, dan voel je die vibe niet. Ik ja. vind dat niet erg. Weet toch? Dan luister je iets anders. Er zijn True. zoveel popkes die je kan luisteren. Hoe zou jij je muziek omschrijven? Wat voor genre zou je het geven? En al kan je eentje nee, zelf zinnen. Want ik zou het niet per se in hip-hop zetten. Nee. Man. Want, dus. wel je eigen, eigen ik, vibe, bro. Ik het niet, ja. Ik weet niet, man. Dat ja, is het beschrijven. Iets. Misschien... misschien. Misschien moet je al iets labelen. Dat woord wil ik sowieso skippen. Dat ja, woord wil sowieso skippen. Maar het is iets, broer. Ja, we moeten. Ja, zo het voor je. Laten we het doen, zou je album er anders uit hebben gezien als. Uh, als het nachtleven en het festivalleven actiever was? Want ik, ik zie. Uh, op je album zijn ook best wel wat rap, rap tunes, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat is ook weer de andere kant van je. Ja. Maar denk je dat het invloed heeft gehad in. Het, de selectie voor je, voor je album? Die hele corona shit? Ja. Um... ja of was je vrij ja, nee, zoiets nee, van. Nee, nee, yo, nee, deze nee, tune nee, is hard? Fok dat er geen clubs open zijn of festivals, deze moeten gewoon op. Ja maar kijk, zoals nu. Ik heb bepaalde tunes ook gemaakt in coronatijd. Hè. Mm. Maar wel, was coronatijd, mm. dus het, het, zou, het, het zou niet uitmaken man. Ja. Ik zeg nog, corona of niet, heel die flex moet door. Precies. Dat, dat is gewoon, ja. Als er geen corona was, had ik dat ook niet gezegd zeg maar, snap dus, je? Waarom? Het zou, ik, zou, ik denk het zou hetzelfde zijn man. Misschien zou het wel iets meer doen, omdat... Uh, vooral hoe ik veel in de clubs gedraaid word en... Uh, in de clubs gingen we ook onze tunes testen bij shows. En uh, dan konden we een beetje de reactie kijken. En zo gingen we eigenlijk een beetje peilen. Van ah, deze tunes voelen ze. Om deze vragen ze weer. Je, weet het, je krijgt DM's van: ik fak aan die pokoe. Zo gingen we het een beetje peilen. Maar ja, nu heb je dat niet. Nu is het gewoon echt op gevoel. Je weet het. Uh, Je gevoel zit goed. Maar <clears throat> hoe ben je heen gekomen dat je die bike hebt gemist in de zomer dan? ja jeetje uh... want ik heb met uh, of tenminste ik heb met mannen gesproken hoe ze festivals hebben gemist en zo en zeiden echt van dit jaar het lijkt alsof het voor iedereen dit jaar zou zijn dat ze next level ja, zouden pakken gewoon los van dat muziek ja, goed ging ja, ja. dat je op je nieuwe festivals oh, ging, dit, die dit money. Het, ja dat alles ja gewoon, die money ja, ja weet je het is zoals ik zeg dan moest het zo zijn man mm. dan was die blessing niet voor mij op dit moment zo zie ik dat gewoon ik probeer altijd het positieve erin te zien en ja dan moet het echt zo zijn gewoon en mocht het ooit weer terugkomen weet je toch komt het ja. terug maar op dit moment ik, ik ben gelukkig ik kan gewoon muziek maken kijk als, als corona zoiets was als het zo erg was dat ik geen muziek meer kon maken dan zou ik het ja. erg vinden weet maar krins. ik kan nog gewoon ik kan nog muziek maken ik kan mensen nog laten genieten weet je toch ja dus ik ja ik, natuurlijk is het is het kut om weet je toch om die backback te missen ja. Maar, ja. Back, back, bro. <laughs> maar ja drie keer kiezen maar ik denk echt van Zodra alles weer begint, nee. dan gaan de mensen die het eigenlijk de afgelopen zomer moesten kicken, die gaan sowieso geboekt worden, denk ik. Ja. ja maar we worden bij we festivals, want ik geloof niet dat elke festival gewoon weer meteen. Oh, in één terugkom. keer kan ja. staan. Want ze hebben heel veel geld misgelopen. Ze hebben heel veel geld misgelopen. Ja, en heel veel festivals hebben ook geen vergunning meer en zo. True. Dus heel veel festivals gaan er denk ik ook niet eens zijn. Mocht het in 2021 weer mogen, denk pas dat er in 2022 volle je, jeetje. Ja. Dan gaat het denk ik ja. een beetje lopen. Je. Dus ja, ja het is even en er zijn veel bedrijven die ook zeg maar, je weet toch, die hebben die klappen flink gehad. Ja, Ik denk man. dat er een hele nieuwe wave aan feesten en festivals gaat komen. Broer, er komen zelf nieuwe clubs, bro Een ja. club als denk Super was aan het stokkelen. Hoe? Nee. Ja. Kan niet, ja, snap je Ja man, wat? die witte dus... banken worden opeens beige ofzo. <laughs> je weet niet. Ik hey, kan toch steeds daar binnen komen, <laughs> wat doe je? Broer? <laughs> hey, Super, I je hebt je vrouwen nodig geen barbe. Ja toch? Ja. Veel UK namen man, bro. Ja man. Dof. Sowieso... De sound uit UK begint hier populairder te worden. Ja man, ja man, ja man. Um, hoe zijn die samenwerkingen tot stand gekomen? Um, die blok was uh, vorig jaar, als ik eerlijk ben, was een tijdje terug wel. Ik heb die track al heel lang. En uh, we wilden er wel wat mee doen. Maar corona kwam er tussen, En ik wilde deze gewoon echt clippen. Mm -hmm. Gewoon, deze moest geklipt worden. Mensen, ik wilde dat mensen een beeld erbij kregen van, uh, UK, Nederland. Maar echt, je toch. Eigenlijk met, de, met al die UK featurings op het album. Mm -hmm. En uh, um, ja, zo eigenlijk. We hebben verses nee Nee, ik was in de studio met LB En uh, toen hebben we die getaped. En uh, Young Eds voelde die track ook. Is die gelijk erop gesprongen, dezelfde week. En toen had ik die track gewoon. En uh, Western uh, Monster was ook heel goed met hem. Uh, en die Wine for Me had ik toen gemaakt en die stuurde bij hem. Mm Hij -hmm. had uh, die toen uh, opgestuurd naar Jonas is. En ook wel al DM'en met elkaar, je weet je toch. Maar nee. ik, had, ik, ik, ben, ik ben iemand die wacht tot ik denk: van ai, dit is de juiste trek voor hem. Ik ga niet snel shit sturen. Ik wacht wel echt gewoon. Is dat een jaar, is dat een jaar, is dat twee jaar, is dat twee jaar, dat twee jaar? Je weet je toch. En dit was, uh, ja, was ook best wel lang. En toen dacht ik: van ai, dit, dit is hem, maar het had wordt gestuurd. En uh, Young Bane, met Jongbeen met ben ik super gekomen. Cool, ik um, kan ze toch tegen geen bijenkorf shoppen? Ja? Wild. Ja, ja, ja. Man, is, been, been man. is gewoon komen, homie, man. Hij is een guy, als je hem tegenkomt moet je echt geen bijenkorfje chillen, man. Ja? Daarom <laughs> ben ik een ik ik er ben, ik, ben, ik ben hem letterlijk misschien drie, vier keer tegengekomen in bijenkorf. Dat weet je hoe vaak dat is? No, ik ben rustig. Nu is het online shoppen. Nu is het farfetch. Oh, farfetch. Ja, man. stock X. Welk land vind je nu interessanter qua muziek? Amerika of UK? Mm. Amerika blijft altijd interessant, omdat dat gewoon, ja, USA, weet toch. Um, maar ik uh, denk dat UK wel iets interessanter is. Dat heb ik ook, man. Ik weet niet waar, misschien omdat ik het meer louf zelf, maar ik denk dat UK interessanter is ook omdat ze. Die sound is iets gekker of zo ook. En ik denk dat er met die sound nog heel veel kan gebeuren daar, ja, ik zeggen. En het is nog niet waar het moet zijn, weet toch. En ook die drill is gek aan het gaan. En... Je ziet Drake is ook op drill nu. Ja. En ik denk dat dat wel ook weer toch invloed heeft op die New York shit. En zo. Uh, ja, ik denk dat New York wel, of uh, UK wel uh, op dit moment wel uh, meer. Invloed tegen aan... gesprek hebben we vaker van. Ja, Denk ik hoor. We kijken ik, altijd naar Amerika. Ik zeg altijd, ja, ja, ik zeg altijd het... van bro, Amerika boeit me echt niet meer. Ja, man. weet je, dat is Amerika's is gewoon nummer 1 en iedereen ja. kijkt naar daar. Ja, en die maar... shit, maar Amerika kijkt naar overal. Maar ik vind die sound verzadig, voor... man. Ja, bijvoorbeeld, te... heb je die tape van Lil Uzi en Future. Bro, ik wilde bro, er net erover beginnen. Als je vier jaar geleden tegen mij zou zeggen, de Future en Lil Uzi gaan samen een album doen, ik zou een gat. In het nee, dak springen nee, en tante blijven. Nee, 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 nee. Snap yeah. je? Ja, ja, en gewoon hetzelfde. Maar, ja, ja. Ja. Goed, <laughs> maar weet, je, kijk, weet je, het is ook. Het, je verwacht het ook ergens of zo. En ik weet niet, ik zou eerder een future met iemand met André 2000 of zo willen zien. Ik weet het ja. niet. Ze hebben al laten zien ja, vanavond. Ja. Of ze 21, die en die. Het is hard, het werkt, maar gewoon, niet, ik weet niet. Maar met name dus Uzi man. Weet, die space-geluidjes in zijn beats ja. ja, en die ja. flows van hem, het pakt me niet zo zodanig meer. kwam met zijn flows, ik ga niet in zijn liggen, man. Ja, het ja, nee, ik, is hard. Ik heb hem persoonlijk nooit echt hard gevonden, dus dit is niet mijn toneel. Ja, hem eigenlijk. als je, toch, hmm. ja. <laughs> ik vind hem een beetje apart, maar helaas ik. Bijvoorbeeld die Tour Live-X, oh, scherp. Ja, kijk, dat zijn wat is uitschieters. Gek, maar over zo, het, het algemeen je? heb ik niet. Maar ik, TV, ik ben sowieso echt op, echt, echt, echt op UK, man. Dus dat is meer mijn ding. Mm. Maar jij bent ook altijd heel erg op Future geweest. Ja, ik, ik, ja. Merk en... je nu dat het ook minder is? Ja, man. Ik luister nu gewoon naar oude, oudere Poks. Ik ja, luister man. bijvoorbeeld wel nog naar Hendrix. Ja. Ik luister mm. naar. Um... Naar monsters. Ja, ja. Die nieuwe shit, ik hoef het niet per se te horen. Dingen vond ik wel nog. Um, Save me vond ik wel nog ergens nice, Zo, erop dropt het in donkere periode mm. Dus je ja, toch, dan valt het goed. Ja. Maar. Verder niet. Ik ben gewoon op UK, maar ik luister bijvoorbeeld veel. M-Moncho, ik vind die tape ja, van. M-Moncho, ik ja, Bijvoorbeeld gek, snap je? Ik mis alleen maar daarop of maar een ja man, of zo, man, ja, maar dat zal het al kwijt gaan. En op die man. Ja, man. Ja, man. Dus ja. Die, tape, die, tape, die tape heb ik echt op de Piet. Merk ik. Daarom, man, sowieso. Voor mij is Europa sowieso veel interessanter. De interessanter Europa, dan, dan ooit ten opzichte van... De Europa uh, is ja, gek, maar mensen, mensen zijn er niet op omdat we hier zijn. Maar bijvoorbeeld bij drill, toch? Wat Oud met drill doet mm. hier, zo is heel different dan in de ja, UK. Man. Dat is al een ja, dingetje, maar omdat het hier gebeurt, dan ben je niet per se Klop. erop, toch? Maar Klop. het is wel heel anders, man. Ja, maar echt, man. Dus ja... Die, die tune van uh, Anno Tien met Vibes Kartel, hebben jullie die beseft? Ja, ik wil gewoon, nee, toe. nog niet, man. Banger, man. Met Vibes Quartel, ik keek ook voor die FT, zo random. Oh, die drill. Ja, ja man. Ja, dat ja, is wel zo random, bro. Ja, man. Zo, zo rendo, bro. <laughs> ja, man. Ja, en eerst ja, dacht man. ik nog van: is dat wel echt Vibes? Toen ging op zijn Insta kijken en had gewoon gepost <laughs> ja, en zo. Dan ja, dacht okay. man. 5, op zijn drill, alsjeblieft. Ja, man. <laughs> <laughs> hij heeft gelijk, <geluig>, <laughs> hij moet drillen. Ik heb in die Jari. <laughs> Nee, broer, hij brengt wel echt veel uit in in zit. Echt veel. Hij heeft gewoon zijn Mike daar. Ja, daar. Is ja, super hij gaat super super echt super Gucci man. Moet wel, moet wel. World um, boss. Ik hoor dat al. Check je nog nieuwe artiesten uit uh, bol Amerika, zeg maar? Of heb je altijd je standaardlijst aan artiesten? boden 21 Savage gaf je eerder aan, uh, VO hard, maar bot. Kijk, wie zijn die nieuwe jongens? Zo'n Ian Dior bijvoorbeeld. No, ik man. ken niemand van die nieuwe broers. Ik luister niet naar dat echt, man. Ik, ik luister wel. meer naar. Uh, 42 ja. Dog. Ja. Mm -hmm. um, wie nog meer? Ik je zo lang moet nadenken over ja. wie je ja. luistert nou, in, in Amerika. Spotty. Nee, ja, dan pak er ja, gewoon bij, man. Er zijn veel artiesten Nef, luister ik. Nef, die tape met Weezy gaat ze kwijt, man. Ja, ja man. Um, oh, ik ben King time, van, ik ben ook. heel erg op Lil Durk gegaan maar Heel erg. Ja, Durk. Ja. ja man. Um, Toesie ben ja, ik een man. beetje gaan beseffen ook. Ja, Toesie is wel aan. Hij heeft wel wat ook. Um, ja, Honcho hier. Um, millions is hard. Midi, ja, Mirjam. Right. Die clip is eng, man. Wauw. Sinds BX19, daarna is al die clips hebben gaan. Ja, Sinds zijn in Jamaica, is <laughs> gaan chillen en zo, bro. Die clip was gek hoor. Ja, bro. man. Maar ik denk dat die UK-sound ook dat, het, dat wij het harder vinden, omdat het staat dichter bij uh, hun roots, man. Ja, true. Want Amerikanen weten niet wie ze zijn. Snap je? Toch? Amerika is heel stadsgebonden, die ja, sound. Mm -hmm. Atlanta, dus mm -hmm. New York-sound, dus LA-sound. Weet je dat ook van... is met Amerika? Denk ik, kijk, al die staten toch? Maar mm. ja, yeah. toch, zijn, toch is één staat super groot. En het is ook moeilijk om te blowen in een staat. Mm. Maar uiteindelijk is het allemaal één. Mm. Europa is los, 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 yes. los, los. Ze spreken Spaans, Frans, yeah, yeah, dat. Yeah. Iedereen heeft eigen taal. Je ja. toch? Als dat zo zou zijn, net als, Engel, als Amerika, dan was het ook een probleem met Europa, Als dus er gewoon mm. één taal zou zijn. Ja, man. En we maken allemaal muziek. We linken met elkaar, ja. en al die dingen, weet je toch? Ik maar denk dat het alsnog niet. wel kan, maar ja. ik denk dat die focus dan kan, meer op me die ligt en de... zo. Ja. Ja. ja, daarom. Wij moeten het hebben van ja. melodie en zo. Maar ja. Ja. twee straatrappers, eentje Frans, eentje Nederlands, gaat niet echt nee, iets ik, doen, denk ik. Ik, denk, ik. Ja, denk het ook niet. Zonder man. Maar alsnog denk ik wel dat, uh, dat Europa iets speciaals heeft wat, wat Amerika ja. ook op een gegeven moment gaat opmerken, man. We okay, de gaan, denk ik, net even de buiten waar Amerika steeds in blijft. Ja, ja ja, 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 ja. We gaan net iets verder of zo steeds. Heb je wel een Amerikaanse samenwerking gehad? Oh, i... Ja. Wie? Maar het is nog niet uitgekomen. Ik weet niet of het uitkomt, maar ik heb oh. die trek wel. Bij welke? Cia en Bastaraans. Ja? Mm. <laughs> <laughs> <Oeh>. Random. <laughs> Ik weet het niet, ik weet het niet man. Hoe is dat tot stand gekomen? Oh, je krijgt gewoon van die aanvragen: van, ey, oh. Is een pokoe, is een <laughs> Sia en Buster Rhymes featuring Doughboy. Jeremiah. So. Oh, oké. Okay. Zo, so, ey, ik las uh, die man is uh, aan het vechten tegen zijn leven. Ja, man, man ik zag het, man. Corona. Psh, hij heeft hem zwaar. Damn. Gewoon intensive care die ding. Gek, gek. Is die ambitie nog in jou om overseas te gaan, die plane te pakken en denk van... fuck it, ik ga gewoon drie jaar in LA blijven en ik kijk wel wat ik doe? Ik heb vandaag coronatest gedaan, ik wil weg. <laughs> ik zeg je, ik wil weg. Ik, 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 go, ik ga deze week los Ja, man. Waar ben je? Ik ga naar Dubai, denk ik. Ik moet gewoon uh, even. Ik, ik weet toch? Ik mm. was zo gewend aan die. Mm -hmm. nee, ik bedoel, niet eens vakantie, hè, Maar uh, uh, gewoon meer van. Uh, Amerika blijft de topblick in muziek. Oh, zo. Je dat je oh Dat je gewoon denkt van: ik ga daarheen en ik ga daar mijn dream chasen. Want in principe. Oh, no, man. Ik zeg, als, als, toen ik begon, toen was ik wel echt van. Ja, Amerika is het, het is all dead. Maar toen ik voor de eerste keer naar LA ging en zag hoe het daaraan toe ging, was ik. Uh, ik weet niet. Het was niet hoe ik al die tijd dacht dat het was. Het was allemaal fake. en... Mensen zijn leeg, man. Ja, je weet toch, je, je merkt gewoon van. Mensen meen het niet met je achter. Ik weet niet. Je krijgt Iedereen acteert En het is gewoon eng. Want jeetje, je weet toch, in het begin ga je niks begrijpen. Iedereen die staat zo. Ja, mm. kom maar. Jeetje, ja. Toch? Je denkt bijna dat het nep is. Maar iedereen is gewoon echt zo daar. Ja. Daar doen ze aardig voor Om... een reden. Ja. Mm. En je merkt het gewoon. Ja. Jeetje, en daar zijn ze heel erg van. Uh, ze willen heel graag laten merken van. Jij, uh, ja, ik, heb he ik ga jou aan hem introduceren. Nee. Bro, zo van, het komt Mo via mij. Dus... Ja. Ik ging met Moise naar LA. We waren mm. samen in de planeet. Uh, er is zo'n zo vrouw, zo'n uh, witte vrouw van Amerika, zij, zij checkt naar ons en zei zegt: ...je ziet er zo jong uit en dit, mm -hmm. dat, waar gaan jullie? Gewoon naar L.A., zijn muzikanten, dit dat. Oké okay, uh, praten, praten. Nu komt ze met zo'n shit van... ...zij is goed met de manager van Kanye West. Heer die dingen daar. <laughs> yeah, van, yeah. Yeah. Iedereen heeft... Uh, oh my God, yeah. Maar in yeah. de het begin denk je van... Oh, yeah, stel yeah. een link op. Yeah. Boe, zo snel gaat het. Plop, yeah, plop, yeah, plop. Yeah, yeah. Ze is van, komen jullie langs bij m'n osso chappen, die dingen. Nu we zijn daar, we zien gewoon iedereen er zo. Kom op je eten, kom dit doen, kom uit. Dat is gewoon de mensen zijn. Maar ook, wat je merkt is, wij denken wij gaan het daar om te kicken daar. Terwijl er zijn miljoenen mensen die dat denken. Dus Je komt gewoon daar terecht met alleen maar mensen die net, net, weet toch? Iedereen is ook iemand daar, iedereen doet iets ook. Dat vind ik wel hard hoor, maar. I'm a friend of a manager. Ja, toch, maar iedereen is. Iedereen is iemand, iedereen funny. doet interessante echt Dus funny. Dat is een beetje. Wat ik daar al hard vind is die small brands, man. Daar, die small brands, zijn taan te hard ja. Ja, man. Ze ja, hebben man. harde shit, ja, bro. Palm Angels, Effe, Amiri, nee. Chrome Hearts, kom allemaal van. Ja. Qua fashion heeft LA het nu wel even. Maar dan komen nog alle rappers uit zitten, toch? Dat mm, yeah. is ja. heel simpel. Gal het gallery is gewoon... Deb ook. Oh. Welke? Gallery Deb. Juist. Die is dan. Dus qua LA fashion, zij zijn nu echt bezig met de opmars. Maar het is gewoon omdat die rappers de hele dag Rodeo drive. Ja, en die brands zijn daar Maar gevestigd. daarom dat is wel. Toen, toen is ik daar nou. was, je ziet ja. daar gewoon die mannen op straat. Ik ja. liep daar, uh, wat was ik? Rodeo drive. Ik had, mm -hmm. had een pattig gebaard, ik wilde het rijden. Ik mm had -hmm. helemaal broer ja. Ik rijd zo. Mm -hmm. Ik was eenmaals, mensen van niet joinen, hij was moe. <laughs> nu nee, ik kom dingen tegen. Ik was aan het feest samen met Matty van me. Ik kom, uh, hoe weet hij, Coach K. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. Maar hij was met nog twee maanden zo. Mm. Maar ik had echt skinny aan, luboe, ja, ja, ja. ja, ja. dus is anders van hem toch? Dus hij keek echt van. Is dat een mij, zo so van. deze? Ja. Ja. Maar ik was, ik was van, hè? Is dat niet die man? Ja, ja. Pleit cool van, hij loopt toch Nu ik ben zo, ja. ah, ik, mm -hmm. ik, ik check insta. Ik zie gewoon Ghana, Lil Baby, iedereen was in die winkel dan. Ja, go Ik even piepen Ja, de man, ik broer, je hoeft alleen <laughs> die pika, je hoeft niet uit te leggen. Je post, post die pika. Ze zegt, hè, vind je? Hé, laat me kijken. <laughs> Bro, zo gaat het huh? wel. Dat Oké, wat is die mol? Ik weet niet eens als ik toen ja, vind. Ja, Maakt niet uit, je had <laughs> ja, die had vast op pokoe uit. Ja, ja, ja. man. Oeh, ja, daar nee, had schijf... je deze gril gehad toch? Ja, man, ja, man. Hoe was het? Tien doelzo. Ja? Was, nou, lach even. Dat was, was, was ongeveer. was acht zoveel. Ja. En dan moest ik tax. Tax, hè, ja, lach van Ja, man. Je moet hem nog schoonmaken. Even die, oh, het die is nog niet schoon. Die dat het vies is, maar ja, je, toch, je okay. moet hem. Ja, oh, bl blij ben zo. Waar okay. heb je ja, zo lang gewacht met de watch halen? Is niet mijn ding, man. Eerlijk ja. gezegd. Je weet toch, ik deed het echt omdat je merkt van. Je hoort die vraag te vaak. Waarom heb je geen <laughs> ja, watch meer? Ja, ja, je ja. je toch. Hé hey bro, het is wel raar, want <laughs> ik kijk altijd gewoon op je pikken. Oh, hij heeft geen watch, man. Maar, ja, maar. Iedereen, ja. iedereen is van was je watch, is mannen sturen met DM. Was je watch, was je watch. <laughs> ja, ja. ja, van waarom moet ik een watch? Toevallig zag ik dit ook bij uh, een interview van Hedy One. Hij is ook van ik hou gewoon van armbandje, maar watch is ja. niet meer Ja, ik ben iemand, ik, ik zet een grill. Je mm. Je mm. Tof, ik ik baai misschien een gekke katje even of ja, ja. zoiets, maar watch, ik weet niet. Maar ben je er nu al blij mee of denk ik nog steeds van, Het oh, had niet per se goed? Ik denk geloof. gewoon van, ah, je weet toch. Ja, ik ben wel blij van, ah, blessing het kan, ja. al die dingen mm. natuurlijk. En, weet je nee, tofie. ik heb het over dat product zelf gewoon van, vind je het echt nice of denk je van... Oh, nee, nee, nee. Ik, vond het, ik heb het wel echt lang gedaan, ja, want jij ja. zei, Ik heb wel echt mijn tijd genomen, weet je mm. toch. En toen zag ik deze, dacht ik van, weet je toch, het is niet te druk. Het is een beetje ja, roze, ik ben donker. Ik vond dat gewoon mooi staan, dacht ik van, ja. ja ik heb nog steeds geen verstand. Ik weet niet eens hoe ik... Uh, <laughs> daarom. Van, maar het is toch? gewoon. Ja, man. Het is er je hebt geen liefdestune op je dingen, man. Je hebt geen lobby? Jawel. Niet dat ik geen lobby heb, maar iedereen denkt dat ik zo koud ben of zo, man. Mm. Broer, je hebt ik het snap... zelf hand, maar jij was mm. zelf van ja, ik vertrouw het niet, ik denk no, niet dat ik erin ga. Nog steeds gaat, niet, nog nee? steeds niet. Maar het is nee. gewoon van, ja, ik, ik kan love-tunes maken, maar dan ga ik die tunes maken uit het perspectief van ja. iemand of een scenario schetsen Het dansen aan de gracht mm. is toch wel een... Dat is nee. niet echt love. Dat, is, ja. dat was wel een beetje vibe. En dat, we dat is, lieve schat, hoe achter... ga flexen wat gaande. Ja, dat. dat is ja. niet baby. Maar ja. ik, heb, ik heb Love Tones. Ja. Ik heb Love tunes, maar ik vond dat bij dit even. Okay. Ja, ik vond het niet. Uh, misschien bij die deluxe. Je, je vermijdt het nog steeds. Ik vermijd het niet, maar ik merk gewoon van ja, het is ook moeilijk of zo voor mij nu, Maar ik weet niet wie ik kan trasten. Ik weet niet voor wat ja. ze me willen. En ik ga er sowieso vanuit dat ze me willen voor wat cool dingen niet dus ja. zijn. Er ja, niet eens omheen, dus ja, het is gewoon twee keer, drie keer nadenken, vijf keer zelfs. Ja, gekke binding, bindingsarms Man, ik had toevallig laatst ook zo'n gesprek, bro. Ik vertrouw in principe ook niemand echt om daarin te gaan. Want als je met iemand die relatie neemt, je gaat echt verwachten van diegene is zo fully voor full, me. ik ga het niet aankunnen als iemand me gaat backstabben. Ik ga het niet aankunnen. Je die dingen ook, ik kan het niet. En dan kan je zeggen, ja, maar ja, je moet het een keer geprobeerd hebben. Yo, ja, no, niks van. dat. <laughs> als je dat het al kan vermijden, waarom? Ja, oh, man. En je ja, leeft leef, zo vasen. prima. Je, 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 je leeft gewoon, gewoon relaxed. Ja. Ik ben sowieso wantrouwig als hel met die shit, man. Ja. Ik wil niet dat je weet wie ik ben. Daarom. Ja, mijn man. aankomende vriendinnen en mijn ex ook, ze komen niet van hier, man. Ja, man. Sorry Dat is... man. Ja, Dat, is gewoon ja, hoe het ja. is. Dat is gewoon hoe het je... is. Maar als je ja, toch iedereen heeft ook zijn eigen soort tijd. Ja, nee, terug. Als het ja. nog geen tijd is, is het geen tijd. Als Waarom? het geen tijd is, is het je tijd. Oh, Misschien je. komt er gewoon iemand die je zodanig laat denken: nee, van je hey, fuck alles, dan denk je van oké, okay, let's go. Maar dan moet het aan jou zijn om wel voor te gaan je en top. niet alsnog te skippen. <laughs> <laughs> Overkomt oh, je man. Ja, Oude oh, liefde is eng man. Maar ja, ik, heb, ik heb wel wat love, jongens, maar ja. ik vond het nu niet uh, de tijd om ze te droppen, denk ik. Ik was niet in die mood om ze te droppen. zetten. Oh, ja. De luxe komt eraan, mm -hmm. welke namen kunnen we daarop verwachten? Speel de juice, Dopey, kom op. Niet, uh, de luxe, ik zeg je eerlijk, ik, ga, ik hou het handig met jullie. Ik, ik, ik heb een lijst met, weet toch, staan toe poko's. Ik ga gewoon een paar kiezen waar ik denk van, ik luister gewoon een paar verschillende momenten. Ik kijk gewoon van, ah, deze past erbij, die past erbij, ik maak een kleine selectie. Ik heb nog niet echt een... Uh... We're talking featurings man, kom op man. <laughs> ik Speel heb, iets. Ik heb, no, maar weet je, is, ik wil nog niet zo ver, ik heb een paar featurings, mm -hmm. klaar al. Je nog eraan komen begin volgend jaar. Broer, deze man zegt maar letterlijk ik eigenlijk... Veel... Ik heb zoveel pox, ik weet niet precies wat ik erop ga zetten. Ik heb komt. Arme ik kan zeggen, denk ik ja. zelfs. Oh ja? Daarom, ja wat maar speel je? Wat speel je, ja, mannetje? Maar, je weet ja, maar, niet. Arme kan zeggen. Ja, maar ja, ik, kan ja, kan zeggen. Ja, maar ja, ik kan niet zomaar... Nee, dat kan niet, man. Dat Dan ga ik je zeggen, man, weet... ik weet welke hmm. tunes, maar ik kan het jullie no, niet, niet zeggen, man. Hij weet Hij weet wat die mo is. Ik weet wat er in de valt ligt, ja. Gek, man. Wow, waar Daarom mo Ik wil nu ook wel even gewoon... Kijk, ik heb deze tape echt gemaakt van... Het was een soort trip waar ik, waar ik mensen wilde meenemen. Weet mm -hmm. je toch? Vooral hoe we nu kunnen vliegen en shit. Gewoon een soort van, ah, Jamaica, we landen maar bel. Ja, we gaan naar Dubai, mm. we gaan naar jeetje, Amsterdam. Ja man, hoe ik je zo zien. Dat is een beetje het idee erachter. Maar, um, Ja, die deluxe focus die ik zeg maar heb, dan moet ik dat nu weer gaan maken zeg maar. Ik kan het gewoon doen, gelijk die vibe maken wat erbij past. Maar, ik weet niet, hoe het zo is, vond ik het eerlijk gezegd wel van ai. Mm. Maar omdat ik had gezegd van 60 m's, dan ja. drop ik hem. En ja. het ging gewoon bro, ik zeg je eerlijk, was misschien 1.5 m in de dag. Gewoon ja? die tape. Los van wat er al ja, was, ja, ja, 1.5 ja. in de dag. Vanaf het moment dat ik het zei, ging het... En toen had ik het mm. gehaald, dacht ik van hey, toch. <laughs> <I know. laughs> weet je dat soms niet? Dat is niet erg, dat is niet erg. Ga je nog is iets is... clippen? Ja, sowieso, ja? Sowieso, 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 welke, sowieso. Welke ga je clippen? Welke zou je willen doen? Dat staat eigenlijk alles. Ik denk, ik ga de fans gewoon laten checken welke man. Ik zeg ik ik laat vaak je eerlijk. Zeg, e je zegt, je gaat naar Dubai. Dubai, man is wel mijn faal voor poeken. Ik zeg oh. je, je eerlijk, eerlijk die is al Bij mij ook. Nee, Dubai, man niet dingen. Oh, Window, Aan window. Een window. Ja, Maar die is nee, in Dubai ja, ja. ja. Bro, fuck het. Hele oude weer Dubai. <laughs> <Doe> <laughs> ik ben hier het, man. Ik ben niet <laughs> Of een Jamaica man. Ja, maar jij ja, ja, vindt die echt in Jamaica. Dat, ja, geen ja. greenscreen shit. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Oké, okay, okay, Dubai, Dubai mall. Is... Checken, maar checken, maar ik Ga checken. Ik zie ook bij veel mensen, of tenminste in mijn omgeving, is die gewoon mensen favoriet. Ja, hoor. man, klopt, klopt. Jeet toch, goed die drip en zo. Je, trappy shit, man. Dat, ja, maar Kijk, man, ik man. vind het ook hard, want, weet je wat het is? Bij mij is ook meer van willen we het horen van om de hele tijd of zo, maar dit is echt wat ik eigenlijk wil maken, die Dubai mall shit. En Bro, nou, man. nu, dit is je, voor mij gewoon van groen licht. nu ga ze geven wat ze willen. Tegenwoordig okay. ben je drip, dus je moet erin leven, man. Begrijp je. Maar hoe, hoe ben je daarin gekomen? Want, ja, of nee, je oudjes waren niet slecht, maar ze waren wel grappig vroeger. Nou, daarom. Oh. Ik was zijn altijd... <laughs> ja, oudjes waren... Kijk, kijk, weet je wat? Nee, nee, nee. Weet je wat die hoor is? Vroeger was het gewoon Swagger boy En hij was... Op swagger boy oudje met ah, vroeger. Ik, ik was deze Gele keer. Gele snapback. <laughs> Paas no, Jordans, Niemand. Niet geel, niet geel, nie geel <laughs> maar. is <laughs> sowieso, een voor prince, no, maar ik had, no, love, hey, maar had hey, was deze, ik was deze keer. Ik zie bijvoorbeeld, er is een slangelier uh, snapback. Snapback. Met het baan yeah. zo druk. Ja, yeah. yeah, yeah. Hier, ik baai dat. Omdat ik weet, weinig mensen gaan dat baai. Mm -hmm. mm -hmm. Gewoon, een soort, het gevoel te hebben van, ah, exclusive. Oh, er, er is zo'n meme. Het zegt iets van, uh, ik hoop dat ik genoeg geld heb om echte fashion sense te hebben. Wanneer had jij het gevoel dat je echt je genoeg geld had voor je fashion sense? Goeie vraag, dat man. Het is bij mij ja. niet eens van, dat ik genoeg geld had. Kijk, tuurlijk is als je, als, je, als, je, als je meer geld hebt, ga je meer kopen. Ja. Aan Broer, luister, gewoon als in... nee, je kan exclusievere dingen kopen. Je hebt die, die, die Goya had je niet gekocht vijf jaar terug. Bij ja, maar als, nee, maar kijk, als ik het geld had... Dan yeah. Op dat moment had ik het wel gekocht. Ja, maar dus dat moment. is die money for your fashion sense. Ik bedoel, wanneer vond jij van. Oké, okay, nu ben ik comfortabel genoeg in mijn leven om echt te baaien wat ik altijd leuk vind. altijd gewoon. Ik, ja? Dat schijnt. Ik, bro, ik werk daar Mackie. Ik kreeg twee barkeeper per maand. Hm. die belt gewoon. Snap je? Ik <laughs> moest naar... <laughs> Ik was het de... Ik zeg je. Maar gewoon als in, ik was in mijn hoofd was ik van ik ga het terugmaken, Ik weet niet ja, hoe ja, maar ja. ik ga het fixen. Ja, als ja, ja. ik het bij dat wil zeggen ik heb niks dus ik moet weer ik moet weer krijgen. Ja. Dat was mij toch raar maar ja ja. Mensen doen dit niet na. Nou. Nee nee nee. Het werkt nee, niet ik wist ik wist ik was niet geen niet dom spender. Ja ja. Maar het was wel van, ah, Ik heb twee barcy volgende week krijg ik weer een beetje bed. Ja. Ik hem vandaag. F -f -f nog even even een ja. week reis Waar komt je fascinatie voor Brands vandaan, want je kan er ook vanuit een perspectief kijken van ja, omdat het een logootje heeft, is het zoveel duur. Dat, dat is een, hoe mensen ernaar kijken. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik zeg je eerlijk, ik denk het kwam sinds dat ik een kleine jongen was. Gewoon mijn pa kwam altijd met sneakers, dit had eh, dat, die, die dingen gewoon, mm. die uh, afirex, uh, chippy broeken. Ik zag dat al een soort van. En vond het normaal, mijn pa beide die dingen voor me. Je, ik droeg Jordans, ik droeg New Balance, dus altijd was ik al een beetje, weet je toch? Ik had babyblauwe timbas, ik was altijd yeah. op die dingen, ik was, ik was altijd op dat achter. En uh, ja, de middelbare school merk je van, het wordt serieus, Je, je kan niet meer zo naar school en zo. En nou uh, ja, dan merk je gewoon van, ik denk vanaf dat moment was het echt van, ah, dit is echt wat ik gewoon, weet je toch? Ik ga gewoon mijn best doen om er goed uit te zien. En ook, ik keek ook naar rappers en zo, weet je Jaws Centen was altijd op Gucci Shaw, apart, toch? Mm. Die dingetjes vond ik altijd hard. Ezen Brokje heb, heb ik ook echt geblazen. Dus ik, ik, ik keek sowieso een beetje naar dat. En... Je ziet nu wat je van altijd vroeg. Toch. A, A deed je toch? Ameri jou. Maar ja, kijk, nu ja, ben ik niet eens van, ik doe het om eerste te zijn. Als ik het hard vind en ik zie van. Ja, niet eens dat het de contest is, maar het is gewoon van. Je houdt het echt in de gaten of zo. Ja, ik ben wel echt zo. Je bent de, de hele zoek dag erop. Weet mm. Maar die dingen. Want soms zie ik ook gewoon met dingen dat ik denk van oké, okay, dit is niet per se iets wat een. een... Kijk, meestal, Oké, okay, we hebben gewoon als je naar alle raps kijkt. In principe is het gewoon. Oké, okay, Lubu Amiri. En dan wat voor shirt. Ja. ja, Dior shirtje. Maar je hebt toch wel een paar aparte Bijvoorbeeld je Casablanca ja, ja, ja. vers is toch mm. wel. Hoe, Kom je op die merk en waarom denk je van oké, okay, lam hem nemen? Kijk, terwijl al... in principe zien mensen niet wat het is. Al was die jacka van Red Bull Studios mm -hmm. hier gemaakt, had mm -hmm. ik het gebaaid omdat ik het gewoon hard vind en ik zie gewoon van ah, ik kan dit dragen. Had je dan ook gebaaid als het nog steeds zes barkjes was? Ja, bro. Wow. Oh, oh, dat is dope. hier nee, maar gewoon, dat is, <laughs> dat is dope, man. Nick. Gewoon als no, 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 <laughs> no, no, maar, no, maar gewoon. Wat ik daarmee wil zeggen is: als je iets hard vindt, mm -hmm, yeah. je moet het niet baaien om, om, om de prijskaart of om. Dat mensen zien wat merk het is. Heeft. Ik ja. heb zat dingen waarvan mensen niet weten wat het is, waarvan ik zelf niet eens weet wat het is, mm -hmm. maar ik vind het hard. Of het past bij iets wat ik weet, toch? Okay. Ja. Maar dat maar is ik, het ik, meer, het die is die niet van... Je smaakt het wel in die LA-brand. Ja, de, het valt me nee, ook wel op, man. Wel... Palm Angels, Ameria en die dingen. Ja, man. Dus, omdat het is een beetje loose fit achter ja. en apart, toch niet te druk. En... En ik, ben, ik ben ook op die gegaan per ongeluk. En wat, ik weet, die fit van dingen begon bijvoorbeeld heel goed te zijn. Van Heron of van die fit in de stad. Ja, tof, aan dat kan goed de? zitten. Dus in dan... New York volgens mij? Bro, ik weet ja. niet eens. Maar ik was gewoon van een man loose fit kleding. Mm. Ik ben van, ah, ja. let's go. En daar had ik bij Palm Enders ook van: oké, okay, sommige dingen zitten gewoon anders of zo. Maar eerlijk, en, dit baa je toch ook niet van, ah, Heron Preston, dus ik baai het. Zeg maar. Het is gewoon van: je vond het hard. Je, oh, je ja, ziet man. jezelf hierin, toch? Ja, ja, ja. Snap je? je ik nog twijfelen alles, dat alles. Stel je, zie je deze hangen in Zara? Zo, nog steeds nemen, maar dan moet het wel. Die... Deze kwaliteit ook voelen. Voel het, bro. Dit is. Nee, maar dit is wel gewoon een sweater van. Het is gewoon ja, maar snap je? goed. Dus als je kwaliteit? Hoeveel uh, hebben we gehad? <laughs> ja, je kan ja. steeds <laughs> mensen vragen, maar nu vraag ik jou een keer, vriend. Kom voor <laughs> money. Kom right? voor money. Ja. Je antwoorden? Ja, ik, ik denk. He? <laughs> het, okay. um, ja, oh. het is een paar barkjes zoiets. Oké. Maar ja, als het in Sara ging, en tot de deze kwaliteit had ik het wel nog steeds. Ja, had jij dit genomen als het in Sara Eh uh, Nee. Huh? Wat? Oh, nee, man. Boos, man. Omdat het van Ballonje is, denk ik. Oh, oprecht nee ik, ik had hem wel gewoon omdat ik het nice word. het is een beetje maar ik heb wel officieus van hem je hebt gewoon normale banden. nee gewoon uh, nee maar omdat het is, ben ik gewoon heel streedig Wauw, kleding ja, mensen man. drip iets man anders ga je maar niet eerlijk ik wel zeg je eerlijk vanaf het, vanaf het begin uh, ik had een show een keer met hoe uh, heet dat weer hoe heet die tory en Bloemendaal? daal beach club oh, beach, club vroeger. beach club vroeger ja ja had ik was een show een van mijn eerste selecta was net haar. <laughs> ja Brokst. Ik moet gewoon klimmen op stage. Ik sta op podium, niemand, niemand kijkt van. Je weet het, ik loop op te treden. maar de ja, Mensen ja. dansen gewoon zo. Nog. Mm -hmm. <laughs> het is raar dat hij, als je op podium staat. Het doet echt iets met je. Dus nu, ik besef, ik zie er hetzelfde uit als <laughs> Bro. Ja, nee, is, is wel die dingen, ja, snap ja. je? Yeah. Wat oh, droeg je oh. kennen zo? trainen. No, ik had Tassara leren, Jacka nog net leren. Um, biker. Yeah, mm. Oh. biker ja gewoon gooiet ik wel niet jack ah, ik had yeah, wel yeah. gewoon ik had yeah. gewoon ja maar, maar die tijd dat, time, was, de, 2006 dat 2006 was iedereen die. ook al ja de maar oh, 2015, als, in, als, in, als in, ik had, had wel yeah. gewoon ik, ik droeg die uh, nee maar ik bedoel jouw oudje, was, ja, so, ja, als in, jouw oudje was in principe ook gewoon van de f gamers die daar is no ja no. ja no. no. bro die biker <laughs> die jacken die met geen leren een biker jacken los van die biker Shit, maar die leren Zara, hey, Bro, en doet dan. iets met je. Ik zeg je ja. eerlijk, je denkt van, nou... Maar essentieel, heel veel artiesten zijn gaan drippen. Ja, true. Het is niet meer... Maar, maar vroeger kon je makkelijk met de trainer staan. Uh, ja, optreden. Ja. Dat kan niet meer. Maar nu, nu pas hoe je dit zo zegt, true. denk ik van... Oké, okay, ik begrijp het wel meer waarom ze ineens duurder gaan dragen... of exclusiever gaan dragen. Want ja, man. je moet toch wel anders eruit zien dan... Dat wel, maar... En, het, zel, zel, en ik besef nu pas hoe je dit zegt. Zelfbelasting is dit al, want je kan al... Ja, snap toch. je. Dus jij waren ook al ja, van. Ja, je moet, wel moet bij je passen, even... man. Je weet toch? Ja, bijvoorbeeld Ik bedoel... Kevin kan wel nog steeds in trainen. Ja, dat, tijd, dat, dat wel. Maar ja, van we ja, zou ook kunnen. Ja. Ja, het is ja, gewoon ja. meer ook wat bij passen zo. Maar ja. vroeger kon je gewoon, iedereen kon gewoon met een Nike tag optreden. Dat ja. is normaal zeg maar. Maar ja, ja. nu merk je van je moet wel iets meer doen. Het is presentatie. Wat denk okay. je dat jouw kenmerk is? Per. Ah, ja, dat is wel een goede moe bij daarop gekomen. Gewoon, die dingen gaan. Ik, ik zei het heel lang en ja. kan, ben... kan je dat uh, ding? Heet het? Noem je dat ook weer? Iets je ja, kan dat? Okay, uh, ik weet niet, denk het Op dan, een man. ad lib volgens mij niet ja, die, echt, man. Want Wat, ik heb ik, ik mij hoor... het op um, Hot Girl Summer te zetten. Volgens mij is het gelukt of niet? Ja, Geen idee, man. Doen. Want ik hoorde bijvoorbeeld op die neef en M. Handshow tape hoorde ik ook Migos ad libs. Ik hoor ook Travis ad libs nu op veel tunes. Ja, volgens mij kan het gewoon uh, zitten. Zelfs soms uh, in die. Uh, in die sample packs man, van producers. Of bot. Uh... Nee man, ook volgens mij met adlibs, die kunnen gewoon. Maar er staan al kan het niet. Je, weet ja, dan, maar je, je kan het tred maken, man. Je kan trademarken. maken. Mac De Stelling heeft ook met Hot Girl Summer gedaan. Dus als mm. iemand nu. Nee, ja, maar kijk, dat is geen of oh, wel? ja, ja, nee. Dat is is geen de, term, ja, de term Hot Girl Summer. Maar wat ja. als je een term van porten maakt? Maar er ja. ja. mensen, mensen weten nou, nou, ja, een paar of nou een paar. Iemand heeft al geprobeerd die te nakken. Yeah. Het ging niet, toch? En zodat is het weer bij mij teruggekomen zonder dat ik iets heb gezegd. Yeah, dat betekent al. Ja, zoals te doen. Je had op je Insta iets best wel interessants gepost. Dat uh, was een quote van Michael Made It. Um, ik vertaal het even snel naar het Nederlands. Um, een producer hoort zichzelf niet te forceren als featuring op een tune. Het hoort automatisch te gaan: dat er een tune staat met alle featured artiesten, maar dat ook de produ producer erop gefeatured is. Ja, vertel man. Wat is, jou, wat is jouw visie daarover? Um, gewoon, dit is meer voor producers, zodat ze gewoon meer op de voorgrond komen, denk ik. Mm. En ik vind het ook belangrijk, want producers doen evenveel. Ik vind producers doen zelf meer. Want het is de producer. Als je het hebt over een mm. beatmaker en een rapper. Oké, okay, 50-50. Maar ik vind een producer doet wel echt veel aan een poko. En ja, dit is toch wel een manier om hun. Een soort van op de voorgrond te hebben. Net als met Serrano, je ziet het. Ja, man. Ja, man. Featuring Serrano. Doet ook heel goed voor hem. Zeker. toch? En het werkt gewoon. Ja, man. En je ziet het. YG en Mustard. Of featuring ja. Mustard. Uh, iedereen weet nu inmiddels van Mustard, rap niet. Maar ja, ja dat is de bedoeling. Als iedereen weet van, ah, staat op die pokémon, hij heeft de beat gedaan. Ik kan ook op die manier. En ik... het, het ziet er gewoon anders uit. Het geeft de producer gewoon iets meer erkenning. Als in, I. ik sta samen met de rapper. Naast ja. de rapper, toch? Niet, niet per se, Meens. de rapper is hier en nu ik ben de prot by en ik sta hier achter ja. Het is gewoon voor uit. Ja, maar mee eens dat, man. Het Meens, is sowieso... In, in hip-hop helemaal, vroeger was het zeg maar, op die plastic New York beats, pap, pap. En dan was de rapper de produor, die Je hoort niks daarvan. van de producer. Ik ja. kijk laatst eentje op Flat TV van uh, Dark Child. Hm. Hij heeft een hele serie met uh, afleveringen. En uh, hij vertelt ook van uh, hits die hij gemaakt heeft. Widney Houston, Michael Jackson, ik wist die dingen allemaal niet. Mm. En zijn naam stond nergens bij. Mm. En gewoon tunes die, die, die ik vroeger geluisterd heb, denk ik van hè, ik, heb hem, ik ken hem niet eens, weet je toch? Ja, man. Is, is wel is gek. En het boeit hem niet, want hij heeft crème's en shit. Maar ja. ja, als hij meer op de voorgrond was, zou het misschien ja, anders zijn. Volgens mij Spotify van. nu aan het uh, experimenteren met zeg maar dat je bij writer credits ook op, um, op een producer of zelfs een schrijver kan klikken. En dan kan je ja, ik het zag hele repertoire zien. komen, man. Mm. Mike Dean heeft wat een playlist. Oh, dan. Ja, man. Dus uh, dat, dat, dan. dat komt wel. Ik ben het wel met een je eens, zeg maar in de titel vind ik al: een producer moet aan yeah. alle tijden. Maar het is uh, ook fijner voor luisteraars. Wat als ik bijvoorbeeld in een, uh, in een titel zie: oké, okay, monster, dan ga ik gericht luisteren. Dan weet ik van oké, okay, ik wil deze beat. Ja, ja, toch? Ja, en, dan, dan ja, bij ook, Felix, je, weet, ja, je gaat gewoon drie, vier geluidjes horen en dat is die beat. Want je hebt op dat moment zin daarin. Dus dat helpt ook wel. Dus, zal uh, so, 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 dit sowieso al lang. Ja, met, man. man. True. Ja, ja. Maar vind wat vind jij dan ja ik vind van ook man ik vind nu hoe zeg maar hoe de game er nu uitziet en qua muziek ook een producer is echt de ja soort dirigent van die tune toch? om het zo te zeggen en voorheen je weet toch als je de producer zit langer aan die pokoe dan de rapper ja als je het zo gaat bekijken plus als die producer Fully producer is die zegt van Hé, doe dit eventjes erop oké ik pak deze stemmetjes zing dit in zeg beter dit dan dit Producer werkt. Ja, man. Maar stel dus aan vier producers op een tune, dan wordt het al. Ja, dat is gezegd. Maar dat, dat doe je zelf. Niemand stuurt je om met vier producers in de studio <laughs> ja, te ja. gaan. Snap je? Die to dingen heb je ook. En, ja, en Daan ja, Man en, en zo, maar dat doe ja, je echt ja. zelf. Dan dat wil je gewoon de taart zo. Ja. <laughs> in mini stukjes snijden en uitdelen. In uh, hoeverre ben je nog als dopeboy de producer actief? Want je hebt voorheen platina platen gepakt in Frankrijk. Voor, ja, voor Niska heb je uh, geproduceerd, uh, onder andere. Um, is jouw artiest zijn nu alle focus erop? Of sta je nog steeds open voor? Of zoek je zelf samenwerking op alleen uh, produceren? Bro, ik hou van muziek. Is het rappen, is het produceren? Dat maakt me echt niet uit. Ik vind het beide leuk om te doen. Ik denk dat ik produceren toch wel iets leuker vind om te doen. Omdat ik daar gewoon echt mijn eigen, toch in mijn eigen vibe kan zijn. En iets kan bouwen van scratch of zo. Dat vind ik wel leuk om te doen. En gewoon het proces, het werken met de artiesten. Ik vind dat gewoon leuk. Dus. Um, maar Hoe het ging met de rap even? Het is even. Het is ja. Nu is het even producer en artiest, maar ik ga wel even weer op beats gaan. Mm. Ik wie is, de, weer op wie is gaan. de fijnste samenwerking? Of nee, wie is de makkelijkste samenwerking voor jou, persoonlijk? Om te werken ik mm -hmm. um, Wat kan naam noemen? Ik denk het Serano man. Dat het meteen klinkt ja, ja. Hm? Oh, oh ja, maar dat is, dat is gewoon... Ik ja. zie een producer als producer. Ja. Oké, okay. laten je zeggen Serrano. Oké, Serrano, Erobi. Um, Serrano, Erobi en... Uh... Ja, dat... Ik zeg ik kring eigenlijk... Serrano, Serrano, ja, met hem ja, ja. ben Serano, ik het echt. Ja. Qua producer en met rap denk ik Robbie. Ja. Ik hoe doen, hoe is die link van jou en Robbie gekomen? Want jullie zijn wel een goed duo, terwijl jullie in principe niet dezelfde sound maken of zo. Uh, ja, hem kwam ik een keer tegen in dingen, man. Hem kade, Sandam oh. en gesproken. Gewoon raar, heden kende hem niet. Ja. Hey, of akker, Ik vind je hard, man. Hij zei: Ja, maar dat laten we linken, pap. Nooit, lang niet gelinkt. Einds na een jaar was Katje toegekomen. Mm -hmm. Van op dat moment. Elke tune die we hebben gedropt gaat, gaat gewoon goed. goed. Dus we houden dat een beetje in stand. Van, hey, volgende tune die we maken moet beter zijn. Yeah. Ja, en ja, ja. tot nu toe gaat het gewoon. Die vibe blijft goed. En hij is gewoon ook, ik. ik heb hem net nog. We zijn cool. Die band tussen ons is yeah. ook gewoon, toch. Is gewoon echt. Ik ben cool met zijn mannen is cool met mijn mannen. Hoe, uh, wat denk jij dat ervoor zorgt dat jullie geluid samen zo erg werkt? We zijn nee. vrij en we zeggen gewoon we willen. We zijn niet bang om je, iets nieuws te proberen. Ik heb nee. disco discopocus met die man. <laughs> toch? Dat, ver, dat gaan ja. mensen ja. niet verwachten. Ja. En daarom fuck ik met Tres. Daarom fuck ik met de Robbie. Hij is gewoon. Ja, weet je hij toch? Hij staat open voor hij alles. Staat wat je, open je hij staat open en hij geeft dezelfde input die hij zou geven op, als hij een drugs zou maken. En ik, ik fuck heavy met dat man. En ook de manier hoe hij werkt. Uh, meedenken en dingen. Alles gewoon, man. Ja, man. Hij is wel gewoon. Actief, ja, toch? Hij is gewoon. Uh, hij is yeah. muzikaler dan het mensen denken zelf, mm -hmm. denk ik. Oké, okay. uit, man. Uh, je hebt deze. of dit album heb je uitgebracht onder Forever Dit uh, Records, je ja, eigen label. Man. Ja, man. Um, ben je net mee begonnen? Eerste project is uit onder je eigen naam. Focus op jezelf geweest. Is een next step daar om te kijken naar. hé, hey, hoe ga ik mijn label verder uitbouwen door middel van. Ja, meer of ben ik daar nu een beetje mee bezig, maar wanneer ik terugkom van vakantie ga ik. Mm -hmm. ik wil even weet toch even eruit want ik ben jaren bezig gase 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 weinig tijd voor mezelf en zo nee, nee, je zegt net dat je in maart in dubai was bro ja maar anders dat was even weet toch kijk dat is een week nou dat was ik lieg, ik was twee weg <laughs> Maar IJsland werd dat Junta, snap okay, je? Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus dat heb je wel genoeg. Ik moet het even. Je moet... En ja. ik moest eerder naar Oslo door die corona. Mm. Dus ik heb nog sowieso twee dagen die ik moet inhalen, man. <laughs> ik, ik, ik moet nog twee dagen inhalen. Dus dan ben ik cool. Ja. Maar dan, hoe ga je er nu voor zorgen dat deze Dubai-trip niet weer een Junta wordt? Nou, omdat ja, ja, ik weet niet, man. Want nu je bent ben in die mall, je loopt de shop je denkt hey, misschien ik... toch wel. Ja, <laughs> Dubai, man. En waarde zijn, de denk ik toch dat het de ja. ja, is... ja, Junta ja. gaat doordoen. Maar ik ja. denk, ik ga er niet vanaf komen. Mezelf. Het is altijd werk gewoon. Het yeah. is 24-7 werk. Kon, kon ik er van... maar uitzetten van, nu ben ik Jordan. Dat is ook die vrijheid ja, die als als je als artiest hebt, man. Als je opeens, bij wijze van spreken, al loop je door een woestijn en denk je van, hé, hey, laat we dit fucking clippen. Dat ja. maar, maar ja. wel, maar wat ja. ik heb is, ik zeg elke dag tegen mezelf: vandaag ga ik relaxen, maar ik beland elke dag in de studio. En ik wil gewoon even twee weken eruit. Geen pokoe, maar het gaat gewoon niet. Maar ja, ik denk, dat, ik denk dat dat komt wanneer gewoon je werk ook gewoon je leven is. En niet, niet eens op een negatieve manier, maar je, je bent muziek. Dus oh ja. hoe ga je muziek uit de weg? Want al, al ben je, ik niet, is raar, maar al ik ben je niet in studio. Het kan dat je in Dubai straks gewoon in de auto zit, je ziet iets, je bent gewoon aan de neurie, je bent al bezig dat wel, willen. Dat wel, ja, dat wel. Dit is dus muziek maak je wel je rust, bro. Kan ja, ja. Want voel je, je veel druk als je muziek maakt. Als ik druk voel? Ja, of, of nee, je, voel je druk je voelt druk. wanneer je muziek aan het maken bent. Oh nee, nee, never. Wanneer ik dat is. Ja. Het. Wanneer ik muziek maak is... Dan ben je vrij denk ik. Ik kan met honderd man in de kamer zijn nee. en ik ben, als, als ik die mic heb, je kan een beat zetten, ik ga gewoon nee. viben gewoon. Dat is ja, mijn dus dan misschien is het niet eens werk voor je. Dus misschien vind je het daarom makkelijk om steeds te doen. Ja. Ja. Hm. Welke labels in het buitenland vind je dope? Of binnenland, waarvan je denkt van... Hey. Labels? Ja. Movements, clicks, iets. Uh, waarvan je denkt van ja collectief voor collectieve. alles. Collectieve. Ja. Oh, met wie fuck ik echt. Als ik heel eerlijk ben, weet ik toch, ik wil niet. Ik, ik luister gewoon niet veel. in mm -hmm. jouw al muziek, als ik heel eerlijk ben. Ik, maar er zijn een paar mannen waar ik wel mee fuck. Uh, ja, Is hij sowieso, vind ik, hard. Uh, door de. Nee, ik die... bedoel, bedoel niet artiesten, maar zeg maar. Oh, gewoon. Je hebt, je hebt nu Forever Lit records waar je komende tijd. Oh, partijen. ja, waar ik haal je met... inspira inspiratie uit qua hoe ga ik mijn label uitbouwen? Oh, en... waar ik mee inspiratie van heb. Ja, bijvoorbeeld uh, QV. Ja. Heel ergens zo'n movement, sowieso. Um, um, uit welke nog meer? Um, ik. naar Amerika checken. Ik movements. Ik vind, ja. denk dat ik het QC zeg. Ja, nou, juist niet. Ik ben eerder dan een Jack Boys of zo, snap je? Mm. Ik ben eerder sowieso. Apart, ja, man, maar de muziek ja. is. Kauwenhard, maar ja, je ja, weet je toch? Ja, ja, yeah. Elke is is keer als je iets van ze ziet, ben je van, hè? Ja, Jack Boyd is, is wel goed. Ja, ja, toch wel. Uh... Beetje raar, beetje Post underground, man. maar toch Toliver bossen. Dan Tolliver is zo hard, broers. Ja, ja, snap je? Hij is echt hard, man. Jack West nog daar. West, maar ik denk Dan Tolliver, uh, ik vind hem nu de hardste, mm -hmm. man. Ja, man. Ja, hij is ook iemand die ik luister yeah. ja, ja, doe. Don Tolliver, ja man. Ik denk Young Thug, wat hij doet. Ja, ja, ja. En Togger. Slime. Ja, zo. Ja, en Togger. Ik fuck eigenlijk met veel movements wel, maar meer gewoon. Zou je het op die manier als Young Dog willen aanpakken? Want hij houdt het redelijk in zijn eigen hoek, zeg maar. Dus mm. je hebt een Gunner, Lil Keat. Zit Goddard daar? Nee, ja? nee Goddard nee. niet, hij nee. is nog nee, maar. Um, het, het zijn best wel zoontjes of mm. neefjes, om het zo te zeggen. Ja, maar... Zou je het op die manier ook willen? Of heb je het liefst een roster waarvan je kan zeggen van. Jij hebt een totaal eigenlijk. Kijk, ik zou dat ja. willen als Togger, maar dan gewoon meer als een. Iedereen heeft zijn eigen sals, zeg maar. Ja. Weet je toch, de Iedereen manier hoe je je stem drippen, gebruikt... Ja. Het moet niet zo zijn dat je je stem hetzelfde gaat gebruiken als die van mij, want ja. dat heb ik wel een beetje bij de... Hetzelfde ja. flows en shit. Ja, ja, maar ja. gewoon anders inkleuren, weet je ja. toch. Dat hoeft niet per se. Als jij, uh, weet ik veel... Je kan gewoon... Kijk, ik maak ook alles. Ja. Als jij... Ik wil wel dat je gewoon alles maakt, ja, zeg maar. Ja. Je moet openstaan voor... ...voor nieuwe dingen. Niet de hele tijd één ja. Tory en met maar één goed, shit... Als je kijkt naar Frenna's album... Hij heeft dan mensen gezien die best wel een soort van... Je weet toch? Als hem klinkt. Of in nee, zijn ja, straatje passen. Hij heeft een 16 oh. die wat anders is. Hij heeft een... Lani. Hoe heet dat meisje ook weer? Shit. Delani. Delani uh, ja. die totaal iets anders doet. Maar bijvoorbeeld een, een hele cash is weer... Snap je wat ik bedoel? Ja, dus, maar ik zeg... Maar de, ja, weet je wat dat ding Ja, maar maar Dat maakt het ook moeilijk eigenlijk om ja. mensen te... Want je weet toch, ik weet precies wat ik wil. Of nou precies, ik wil gewoon dat, dat, wat jij zegt. Het moet niet te ver van jou liggen. Ja. Nee. Jeetje, het moet, het, je mensen moeten wel zien van... Ah, ik snap waarom deze man daar zit. En het, moet, het moet gewoon passen ook, het plaatje. Jeetje. Dat vind ik wel belangrijk. Maar het ding is ook... naarmate je lange muziek maakt... ook al doe je iemand in principe na... je gaat sowieso je eigen sales eraan toevoegen. Want Gonne klonk wel als Young Talk... maar nu klinkt hij niet meer als Young Talk. Je hoort wel invloeden ja. nog steeds. Lil, Gonne, Gonne, young Talk klonk is precies als Lil Wayne. Ja. En toen heeft hij zijn eigen dingetje ervan ja, gemaakt. Ja, Lil dus... Wayne is een voorbeeld van bijvoorbeeld... Allemaal verschillende, ja. Ja, ja. verschillende artiesten, zijn. Zeg maar. maar. dat ding is gewoon, op een gegeven moment, als al zal ik Dobber de hele tijd nadoen. Als je twee jaar in de studio bent, geloof me, je gaat je eigen saus eruit ja, halen. Toch, en dan, ze horen misschien wel van, oh ja, hij heeft dat van Dobber, maar je bent jezelf nu. En ik denk en dat, dat dat uiteindelijk dat, wel dat gaat gebeuren. Dat is eigenlijk wat ik zoek, ja. een soort van in iemand. Dat moet niet ver van mij liggen. En ook, mm. ja. Yuki, als jij een uh, A&R bent voor Forever Lit, wie zou je zijn? Op dit moment niemand, man. Gewoon even op jezelf ook. Bro, ik heb. Bro, noem iets, man. Bro, ik bro, ik heb, deze ik vraag heb... is gedesigned. Nee, nee, zodat nee, jij iets op. Bro, luister, niet dat, maar op dit moment is er niemand die ik onder de zou horen. Gewoon oprecht nee. niet. Wie, wie, oh, wie zou jij denken? Dat ja, helemaal ja, van jou niemand? He, wie is dat, Je Niemand? je naar ja, man. Nee, ik vraag hem aan jou, je kan hem niet terug. Tuurlijk bro, wel, iedereen beantwoordt het hem, hij heeft het ook net geprobeerd. Ja, precies. Gaan die voor jullie de enige golden child was Issy is zou een perfecte fit geweest zijn, maar, maar ja. daarbuiten... Um, mm, 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 ja, precies. Noem op wie, ik check diegene. Gewoon, oh, heet toch, Yusuf. Wagyu, blazen, voetbal, alles. Mm, ja, maar moet ik even over nadenken man. Dan moet ik even over nadenken. En ik heb een paar maanden op het oog, maar ik ga niet zeggen wie, weet je Ik wil het even voor me houden nog, ik mm. ben even nog voorzichtig met dat. Ik ben echt benieuwd wie. Jeetje. Kom erop terug, kom erop terug. Maar die guys die je op het oog hebt, zijn het guys die wel al, al bekend zijn of zijn ze gewoon echt nog lolo. Een paar. Mm. En een paar zijn gewoon... Ik ben echt benieuwd dan man. Want als je zegt dat je iemand wil die in principe alles kan maken, ik, ik Kijk, kom nu niet op iemand ja, niet die... die camera uit staat ga ik je laten okay, zien. Okay, ik okay, zeg je eerlijk, ik zie een soort van ja. wel potentie en ik fuck wel ermee. Ja, je gaat dadelijk zien, gedaan. Oké, moest ik Maar fuck ja. hebben die kwaliteit van je merchandise, dat is hem niet man. Bro, ik zeg je, daarom die mensen zijn ook... Op... <laughs> ja ja man. <maar. laughs> Ik zeg, als jij boy, bro, Dankjewel, dat je dit, dat? Dit ja. dankjewel <laughs> ja. dat je dit zegt. Dank dan je, dan je wel <laughs> dat je dit zegt. Ik keek naar Dank je wel dat je dit zegt. gewoon. Kan niet. Dankjewel, man. Nee. Oh, je had het zelf over. Ja, bro. Ja, ja, ja. Maar het drukken het het schuilhoofd zo <laughs> ja. vaker. Maar, Zonde. Dank dat je dit zegt. Okay. Dat mensen zien van. Je ja. Dat, ja. dat ze hij, me, dat het mag serieus je... gaan nemen. Ja, ja. Okay. En dit wordt nu een steeds belangrijker onderdeel, bro ja die shows uh, ja, er niet meer zijn en uh, fans ja, willen man. op een manier connecten met een artiest. Dan... Maar, ik, maar toevallig heb ik vandaag een meeting voor merchandise. Ja, dus oh, goeie, ik, voor een gekke ook weer, je ja, weet goeie. toch. Dus ik ben ja, echt blij bro. dat je dit zegt man. Ja bro, het, uh... kijk van, als het in principe van de andere artiest is zou je niet zo snel naar kijken. Maar als je naar iemand kijkt van wie je weet, van oké okay, ja, die, die guy je. weet dan... Maar dus ik, ook, ik was ook ja. een beetje te snel. Eerlijk. Als ik heel eerlijk ben, ik heb niet echt ook zelf. Normaal zit ik er een beetje zelf achter. Ik heb ja. nu niet gekeken naar stof of naar... Ah, is ja, het goed. Ja. Ik dacht van, er is nu niks. Ik moet ook iets hebben. Laat het alsjeblieft eruit gaan. Dat mensen iets hebben. Mm -hmm. Maar ik ben ook heel vervelend met kwaliteit. En zo. Jeetje, ik weet wat ik wil. Ja, ja. En dat was, het, dit, dat was dit niet. En ik hoop dat die volgende dat wel gaat ja. zijn, man. Zou je niet een uh, collab ooit willen doen met de brand, bijvoorbeeld een Doughboy x Daily Paper. Ja, tuurlijk. Maar als je maar dan... het moet wel... Het moet wel ook toch? Ja, nee, nee, maar gewoon bijvoorbeeld, maar als je dan eentje zou kunnen kiezen, gewoon maakt niet uit wie je, Als het Gucci. Nee, als oh, het van... Gucci, maakt niet eens uit. Met wie zou jij dan een collab Dan denk ik dit moment Kromarts of zo gek, ja, snap je? cro Forever Lit of Kromarts maats of zo. Vrouw wordt nu nog niet... Ja, ja. Wow, there, die brak, die brakke gaat 15.000 kosten. <laughs> So. Alleen als je echt van die man houdt, ga je dat ja, kopen. Wauw, ik man, wow. hey, nee, cool, man niet eens zo. Ik zou dat juist maken dat het betaalbaar ja. is voor de fans. Ja, 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 ja. Dat vind ik wel ook echt belangrijk. Want ik, ook, ik heb gewoon merchandise gebouwd voor artiesten, je mm. weet toch? En dan zie je soms prikken. maar Ik weet hey, van, even vaker, maar je doet het uit love, omdat je die artiest voelt. En... Maar ja. Ik heb dat toevallig wel laatst met een, een ding van uh, Future. Ik heb iets in mijn hoofd, man. Laat ja. maar kijken: Vigo Gang. Vigo Gang? Ik zou echt wel bij Dowboy passen, man. Oh, zijn ze ik, ik, ik hoor het niet. Ze nee. zijn niet gezaaid, nee. Ja. Ik, ik hoor het persoonlijk niet. Maar. Eén nou mannetje, snap je? Weet ja. jullie wie deze was? is iets is, 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 aan? Is Weet, Weet jullie wie ik ben? Ja. Hij snapt niet waar ik ben. <laughs> nee, maar dat is meer ook zeg maar. Ik zie Doughboy nog wel echt iets toevoegen aan hun. En <muches> niet een soort van yo, ik sta aan jullie. En oh ja, ja. Ja, want ze hebben wel saus. Dat wel echt, man. Ze brengen wel echt iets. dat dril, man. Ik heb wel wat van ze gehoord, Maar ik heb ze niet zo toch? Nee, ze hebben wel gewoon echt iets. Mm. maar ze moeten het wel uitstappen. maar zelf niet zo lang bezig om toe om bro om toe ja, om toe. maar joh zei... maar... <laughs> yeah. nee yeah. hij yeah. bent ook heel normaal man <laughs> yeah. nee zou oh, niet passen nee, ik denk het nee, niet ze... man maar dan, hij oh, man. moet uh, elkaar spitten met haar <laughs> <laughs> waarom niet broer kan gewoon <laughs> die gaat toch moeilijk man die gaat kan toch gewoon moeilijk. man Joons uh, werken man wanneer is je label succesvol voor jouw gevoel um. Wanneer is mijn label succesvol? Ik denk. Hé, uh... hey, dan vraag je me iets, man. Wanneer... Als mensen ook forever lid daartoe gaan nemen? Nou, niet eens. Dat is gewoon iets tussen mij en nee. dat logo. Maar dat, dat, is, dat is een teken van of iets succesvol kan zijn, toch? Maar dat is van mij van ai. Sta achter je shit. Weet toch? Ja. Dat is van mij van ai. No way back. Dit is het. En je logo zou wel best. een harde patch zijn op een pet, man. Ja, ik zeg je eerlijk, ik ben ook ik ben nou alles aan het checken. Ja, maar ja. wat ik wil is best wel duur om te maken. En mm. om dat te verkopen aan fans. En het zal het, het, het ja, te veel zijn. Misschien moet je eerder eraan denken dat het niet per, per, per se merchandise gaat zijn. Maar gewoon je merk, toch? Want een merk. Ja, Ambo am, 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 am die zijn ook gewoon 99%. Ik fuck, het, ik fuck heavy. met ja, die ja, dingen, zijn ook gewoon Die brakken zijn ook gewoon duur. ik fuck heavy met die hoedies. Ja, man. Ja, dus ja, maar, daarom, maar, maar ik ben ook net. Of je ik ben net erin ook dat ik het ja, allemaal zelf ja, do, moet do, doen. Do. Dus ja, nu merk do, do, do. ik van, ah, ik heb daar een fout gemaakt. Oké, okay, nog ja. sprang. En je weet je, toch, ja, je ja. leert of zo. Dus het is allemaal nieuw, ja, man. Ik je. Je bent sowieso pas mee bezig. Je kan zelfs een eerste lijn en een tweede lijn fixen. Als ja. je als zo aan die fans denkt. Ons ja, sprang. Ik ben gelijk een XL voor jullie. <laughs> ja, man. Ik denk oh, dat, dat merchandise voor, voor jou echt een, uh, je weet, een verlengstuk kan zijn voor je. Ja, man. Want wat zou je buiten. Als je nu klaar bent met muziek, wat denk je dan dat je gaat doen? Nou, ik ben niet iemand die in de huis of zo gaat, je het, als ja. ik eerlijk ben. Of ik denk moeder. Um... Hey, jij blijft voor even muziek maken, man. Broer, no, muziek, ik. maar stel, wat, uh, 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 heb J je het over? Nee, geef me? Oh, je bent klaar o, met op, muziek. Ja. Of die is dat. Maar wanneer je besluit van, allemaal muziek op een lager pitch gooien, gewoon. Oh, wat ik dan zo yeah. ja. Ik denk andere mensen helpen. Daar ga ik bouwen aan ja. label. Echt, ja. echt, echt. Ja, ja. Of een artiest helemaal. Ja, toch? Slijpen vormen en, en helpen. Nee. En Jones -achter. Ik wil dat echt doen. Vooral omdat... Ik merk gewoon dat dat nog mist man. Dat, er, dat, dat die youths nu wat niet hebben. Ja, die begeleiding. Ja. Jeetje, jeetje, het begeleiding is super hard wat ze doen, Dani van ja. maar Je merkt gewoon dat ze veel verder kunnen komen als ze gewoon net die ene persoon hebben die ze... En zeggen van: Hey, kom naar Stu, geen ja. bullshit. Je mm -hmm. toch? Ze hebben dat toch echt nodig? Ik denk dat jij echt artiesten op muzikaal vlak echt naar de next level kan brengen. Maar dat wil maar. ik ook doen, maar daarom meer dat out the box. Wees yes. niet bang om iets anders te proberen. Weet je toch? Nee. Ja, uit je comfortzone, die dingen. Je kan een artiest signen en hem drippen en hem marketen, maar als hij tune niet aan is, is hij tune niet aan. Is het niet aan? En als hij tune wel aan is en hij zit uit in zijn stoffige trainingspak, maakt niet uit. Mensen luisteren alsnog die tune. Dat wel. Maar als die drip ernstig nog hard is, dan ga je die drip ja, weer ja. checken. Snap ja. je? Dus ja, ja. Welke... Alles, alles moet kloppen. Zou je, je artiest uit het buitenland kunnen begeleiden, denk je? Ja, man, waarom niet? Blijkbaar. Maar ze die pokus toch. Dus ja. ik leer ja. zo gewoon wat ik weet achter. Of hmm. wat ik doe. Of je nee, toch? Meer kan ik niet doen als het niet werkt, werkt het niet meer. Maar je bent ook producer en al die dingen. Toch? Ja, het toch? is ook. Uh... Zou jij iemand tijd... uit. Denk je dat je iemand uit het buitenland zou kunnen scouten? Um, op dit moment niet. Ja, nee, denk ik niet, man. Want als ik een, uh, stel ik ga een guy uit UK signen en ik moet hem daar marketen, dan mm. moet ik die game van, van punt A tot punt Z, moet ik heel die game uit mijn hoofd kennen. Ja, ja. Ik moet alles weten. En die knowledge heb ik nog niet. Maar in Nederland zou, zou dat wel kunnen, want dat is gewoon al, je weet toch, kom je vandaan en het is al jarenlang mijn ding. Maar mm. je weet toch, ik voel, Frankrijk vind ik een hele interessante scene hebben. Ja maar, maar uh, zou ik zou ik... graag een Franse artiest willen zijn. Ja, ja. maar Dopey kan het wel, Dopey man. kan het wel denk ik, want hij weet gewoon, muziek is universeel wel. Mm. Er zijn veel mannen die me DM's sturen van, hé, hey, me bij zijn, en best wel harde hey, mannen, maar die soms bag... zie ik gewoon niet wat je jij voor van, ze kan wat doen. Wat kan ja. ik voor jou doen? Ja. Muzikaal denk ik dat je echt iets... Uh, je weet ja, toch? Je muziek is universeel, worden. man. Denk je dat het komt omdat je met muziek bent opgegroeid dat je melodieën... Je bent heel goed in melodieën. Ik weet niet of je het zelf hebt maar... Dat was juist mijn zwakste punt. De refreintjes. Ja? Omdat ik gewoon... Ja, ik zei letterlijk gewoon echt gelijk aan wat ik dacht. Ik ging mm -hmm. nog niet, ja. En ik ben een beetje daarop gaan focussen ook. En dat ik zei bestuderen, checken wat vinden ze lekker om te luisteren. Ja. En toen als producer, want dat is producerwerk, je moet je huiswerk doen, beats maken, beats maken en gewoon sound zoeken vinden, man. Mm. Ja, man, het mensen. Ik, waarom ik vroeg van hoe zou jij jouw genre noemen is omdat ik keek gewoon een filmpje van een guy die op je muziek ging reageren. Maar was een guy volgens mij uit Nigeria of zo? Gewoon echt een oh, ren. Ja, ik weet ja, ja. Ik, ja. Maar Hij Was ook van. <laughs> Ik weet niet eens wat voor sound dit is, maar het ja. is goed. En toen dacht ik: oké, okay, <laughs> hoe zou je eigenlijk zo'n sound noemen? Want bij wel crisis, hij checkte dat. En toen op het begin noemde hij het Afrobeat. Maar toen ging hij verder luisteren, ze dat zei: van nou, oh, maar het is geen Afrobeat. Wat is dit eigenlijk? Ja, ja. ja, ja. Dus Misschien je moet je wel... ik er daarna maar koppelen. Ja, een maar man. gewoon, paf, dit is mijn model. Ik maak dit. <laughs> dus is wel een dingetje. Ja, man. Ik ga, ga ernaar checken, man. Dat is wel iets om naar te kijken. Man. Ja, man. Ja, man, artiest uit het buitenland denk ik dat, dat, dat je dat echt wel zou kunnen, man. Muzikaal, ja, ik zou dat ook wel echt willen, man. En ik die marketing en shit man. daarbuiten, dat, dat is denk ik dat je dan iets moet delegeren aan anderen. Maar ik denk, zeg maar, gewoon in een Nick Quincy Jones-achtig model, man. Hoe hij ja, man, Michael wil, Jackson heeft wil, gebouwd. Ik wil, ik wil iets betekenen in die muziek, shit gewoon ja. man. Wanneer ik weet je, toch? Wanneer het wanneer mijn tijd is om te gaan. Hmm. Ik wil echt gewoon, wanneer je zegt muziek, moet je ook ergens aan mij denken of zo. En ik wil dat wel, weet je, toch? Denk een mooie laten doen. lukken zeg maar in nee. Nederland. Ik denk niet dat het uh, onmogelijk is. Ik denk is. jij en Ronnie zijn de enige uit Nederland die iets in het buitenland kunnen doen. En Frenna. Mm. Bood gezegd. Nou, ligt er al nou wat je bedoelt met buitenland. Want Herobby doet toch ook goed Frankrijk. Of tellen we dat in het niet als buitenland. Ja, ja, buitenlanden. ja. Alshavar ja. ja. doet ook in Frankrijk, bro. Wat je zegt is een beetje te blind. Je moet hem specifieker gooien, man. Amerika. Oké, okay. dan zeg je wat anders. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar je zegt gewoon wat anders. Ja. Bro, ik denk dat niemand in Nederland nog op dat level is om in Amerika wat te doen. Man. Jawel hoor. Nee, man. Nee, op oh, productievlak. Qua... Ja, nee. Gewoon ik op songs over... bouwen. Ik, over... ik, ik heb het niet over productie. Nederland is stand aan qua productie. Hmm. Ik heb het niet daarover. Ik heb het erover qua tune zelf, gewoon rappen. Maar hoe zou jij wel dan? Oh, je bedoelt als in een liedje dat. Ja, oh, ja. Oh nee, nee, ja, nee, nee. nee, nee. Ik maar ik daarover. denk wel dat het kan. Nee, ik denk dat op, daarom zeg ik op dit moment, ik denk niet dat iemand het op dit moment kan, man. Denk jij het Kijk, wel? Kijk, die sound die nu hier hangt, en ja. dan niet. Ja, dit ja. is gewoon, weet je toch, snapnieuwe shit. Ik ja. denk, deze sound die er op dit moment is niet, maar die ja. sound van drie jaar terug, die afro-trap, ja, ja. die traag van Bissy, ja, ja. je weet toch, die locomotief, die, 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 die twee jaren zeg maar, ik denk dat daar wel echt, bro, dat jaar werd gekeken naar Nederland. Hè. Ja, man. Gewoon, Top, serieus, serieus, mm -hmm. gekeken naar Nederland. En ik vind het zo dat we daar eigenlijk niet echt iets mee gedaan hebben als we mm. doorgaan met de sound. Maar ik snap het, je weet dat het een andere tijd een en sound verandert. Mm. En hun zijn nu eigenlijk op dat Wat mee. is voor jou dan de reden dat je niet zelf erop doorging? Want jij zat ook op locomotief, toch? Ja, toch? Ja, dus ja. wat is de reden dat jij dat niet Bij zelf. Bij mij was het eigenlijk van: ik wilde niet, uh, ik hou even kijken. Voor de luisteraar klinken dingen snel hetzelfde. Maar mm. voor mij zijn. Katjen, achteraan zeg maar. Twee soorten, dezelfde Dat weet ik ook. Yeah. Ik was van. Ik wil gewoon laten zien. van... Mensen zeggen van. Je kan het maar één keer. Ik wijs je. Van, ik doe het twee keer als mm. ik wil. Dat doe ik steeds met poko's Gewoon. Ik probeer steeds. Twee soorten, twee dezelfde soort poko's te maken. En. Um, ja. Ik denk is... die tunes. Die in die jaren zijn gemaakt. Kan je altijd nog. In een licentiemodel aan het buitenland dat verkopen. Een, ik denk dat jaar was zeg maar dat jaar dat mensen buiten NL en naar en 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 mm. een gingen van mm -hmm. Dat was een soort van die... Ja, nee, maar dan om terug te komen op mijn vraag. Waarom heb jij dan op dat moment niet meer eraan gedaan? Oh zo, so, ja. Yeah. Hmm. Omdat... Als artiest wil je ik, ik doe, doe altijd we. twee. Ik probeer yeah. niet te veel hetzelfde ja. te maken in ja, mijn ja. eigen gevoel, je weet oh, okay, ja. ja. En, maar ik zeg eerlijk, is... een, po een pokoe hier is anders dan de pokoe daar. Ja. Kjell, Konyo was bijvoorbeeld ook drie jaar oud. Dus ook dit jaar opnieuw met Jason Derulo. Kjell, ja, maar... Wat, wat dat Maar dat is gewoon een stukje koppig. Je, dat dat oh, is ja, die koppige ja. ik eigenlijk. Ja. Dat is gewoon een beetje okay. dat creatieve willen houden. Creatief gevoel hebben van... Ah, ik, doe, ik heb het gedaan. Mm -hmm. On to the next. En ik ben altijd zo geweest. Maar ja, nu merk ik van... Je blijf beide maar... de bij brakkers. Ja, man. Ja? Ja, man. Oh, okay. Opeens. Die dag van... Ja, man nee, ik besef me. En ik wou het vandaag aantrekken, ja. maar ik dacht, je toch, ik had geen broek die goed op die schoen ging. Dus ik dacht, laat maar net gewoon. Oh, ja. ja, nee, ik besef me, of, ik heb hem nooit met de wijde broeken gezien, man. Ja, ja, man. Nee, ik heb. Ik, ik heb Ja, hem nooit ja, ja, kan, ja, maar ik draag wijde broeken. Oké. Okay. Oh, Stack jeans, gewoon. Oh, oké. Okay. Niet gedacht. Ja, man, ik denk, we zijn rond, man, bro. Draag jij wijde broeken? Ik draag wijde broeken, man. Cargo. Okay. Wauw. Uh, Kijk die man. Militant. Cargo team. en die dingen. Eh? Kloefje. Je hebt gelijk. Dobie, we gaan in de gaten houden wat je gaat doen man bro. Ja toch. Private records oh, man. allemaal achter de rug. Hè? Ik ga muziek blijven Succes. droppen, weet je, toch zoals, zoals ik dit jaar gedaan heb, ik blijf doorgaan, precies hè? zo doorgaan ja, man. Paka, krijg krijg ook offer te voor mijn bieden. Ja toch. <laughs> Ik ben 54 december ja, ik wacht niet Influencer come on man. Bro, ik ben gek. Ik ben gek. Nee, ik kwam die man tegen in, in bijen toch? maar hij had toevallig een <laughs> cadeau gehad. Dus ik kijk, is die opwaartpad er niet net uit? Dus ik ben van, mm. oh oké, okay. deze cadeaus worden gegeven mm. aan die kat? <laughs> nee, fuck you man. Nee, maar zeg, wat mooie cadeaus man. Ik hoop dat ik zulke cadeaus ook kan geven. Aan ik ben 14 maart ook hè, dus... Ja bro, ik ben, geef en nee man. Oké, dat is waar. Nou. Ik Hey, ja, man. Dit was hem man. Thanks zo langs komen. Ja was maar, gezellig, man, Shout-out naar jullie ja, dat, man, dat dat ik mag komen. Graag gedaan man. voor. Ik dopie, gaan ze volgen op Spotify, op YouTube. Ga dopie volgen. Niet. Forever lit nee. records. Checken jullie mijn album, blijf het streamen. 60 milli. Hartstikke album van 65 65 tereze milli. Wat ga je doen bij de 100 milli? <laughs> huh? Wat ga je doen bij de 100 milli? Um, wat ga ik doen? Ja, zeker weer een challenge of zo. Uh, <laughs> ja. Dan betaal <laughs> je, Jukis en Forever lit daartoe. Wat ben je relaxend? Dames en heren, ik, ik breng, jongens en ik, meisjes. Ik breng iets exclusiefs voor deze man. Wow, Convo show. Ain't jullie horen het bij de okay. 100 miljoen. We gaan het in de gaten houden. 1 op 1, 1 op 1. Oké, let's go. Dope boy. Ja yeah, man. Forever Lit Records, Convo Talkshow. We out. Bang. <muchas>